Nee. Doe het of doen we niet? Tommeke, 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 wat doe je nu? Tom Von gaat wereldkampioen worden! Ja, red per uur. Te snel voor ons. Kom! Oh, Garden, stay on your bike! Sred ka! En nog net! Nee, 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 nee. nee. Jeff, doen nee, is hier. Jeff! Wat is er mis met Jongele? Hollands poepen. Hij heeft diarree. Don't stand on my dog, or I cut your head off. Daar is hem, daar is hem! Daar is them. Daar is hem inderdaad een nieuwe aflevering van de zorgclub. Vandaag een man te gast die na twee jaar zijn lang verwachte comeback maakte. Uh, zijn een comeback in de zorgclub moest om medische reden iets uitgesteld worden, maar vandaag is hij er. Welkom Toon Arts. Hey, welkom. Ja, merci. <laughs> ja, welkom ook Seppen. Uh, merci Bobby. Uh, ja Toon, wel nu we eigenlijk een paar weken geleden ingeplant, maar dan besloot jij of je ging je ongelukkig onderuit? Ja. Uh, met uw gezicht in de drang, als ik me niet vergis? Ja, inderdaad. De laatste wedstrijd in ons uh, Ronde drie was het zeker. pedaal in de grond gestampt, zou ik maar zeggen. <laughs> en daarna uh, de in gevlogen. En dan uh, was er mijn neus gebroken. Mijn lippen uh, heel snel en dat je genaaid moest worden. Aan mijn ogen ook en mijn wenkbrauw. Uh, maar het is momenteel, denk ik, toch allemaal vrij goed hersteld. Alleen uh, de neus nog een klein beetje krom hierboven. Dus ik weet niet. Ik zal precies in de spiegel moeten kijken daar misschien <laughs> Ik zie hier eigenlijk echt niks van. Uh... Ja, hier boven mijn lip zaten drie draadjes in. Uh, hier op mijn neus waren wat sneekers dat ze geplakt hadden. En dan hier op mijn wingbrauw, maar dat zit eigenlijk net in die plooi, was ook uh, één draadje in en geplakt. Maar die neus stond echt wel eerst heel scheef. Dat is uh, wel geen zicht. Uh, die hebben ze dan uh, ja, terug recht gezet Maar of dat helemaal 100% gelukt is, is wel, uh, ja, dat is toch wel niet het geval, denk ik. Uh, maar ja, sinds dat ze podcasts podcast ook in beeld brengen, had ik van, uh, misschien wachten we nog maar een beetje. Maar, maar je kon ook moeilijk spreken, denk ik. Eigenlijk. Ja, die lip was ook van binnen geraakt. Dus eigenlijk stond die van naar buiten geplooid, zal ik maar zeggen. En dat was zo'n beetje een Donald Duck mond dat ik had. Uh, en dat was niet zo gemakkelijk om te spreken. En ook omdat mijn sinus was ook gekneusd. Er zat allemaal vocht en bloed in. En ik zat zo precies mijn verkouden gevoel of Mijn stem klonk ook heel verkouden en zo. Ja. ja ik had dat gestuurd en ik, we zijn toen gaan fietsen, Seppe. En ik weet dat ik tegen nu zei, een gekneusde sinus, ja. daar heb ik echt nog nooit van gehoord. Ja, ja. Nee, dat is blijkbaar dat er dan bloed en vocht en zo in die sinussen zou zitten of zoiets. Dus, ja. Ja. Dat was ook niks om zich zorgen, om zorgen over te maken, blijkbaar. Maar uh, de neus had ik toch wel graag dat hij terug iets rechter kwam dan dat het op dat moment stond. Ja. Maar een gebroken neus, ik, ik bedoel me altijd die dag en dan zo zes weken aan een stuk of zo, een verstopte neus. Is dat zo? Of? Nee, het was eigenlijk, um, dus je heeft langs. Voor mij rechts een doefgat. En dan was er dan. stukje hier een stukje gebouwd. Uh, aan de rechterkant was niks aan, maar het was wel aan de linkerkant uitgebroken, zou ik maar zeggen. Dat is dan losgebroken, een beetje gezakt. En ze hebben dat dan eigenlijk gewoon terug moeten liften. en op de juiste plaats terugzetten. En het is, ja, ze, ze kunnen dat niet vastzetten of zo, gelijk bij een uh, sleutelbeen of bij een kaak of zoiets. Mm -hmm. Dus het is gewoon hopen van, ja, hier moet het staan en hier moet het dan maar vastgroeien. Um, maar eigenlijk heb ik voor de rest niks zeer gedaan of zo. Die operatie, dat is een dagen met die mm -hmm. appetantendijgen zelf ook. Maar voor de rest heb ik er eigenlijk weinig last van gehad. Je hebt toch ook zo botten als bij de boksers ruthalen? Ja, is dat tussenschot misschien? Dat weet ik niet. Ja, even. dat is tussenschot. Ah, wel. Daaraan zagen ze ook dat bij mij ook een breuk in zat, maar dat was al terug hersteld. Dus dat is al iets van mijn jeugd, als we het nog geweest <laughs> <zijn> misschien. Maar <laughs> oh, ik heb nog nooit een box gekregen, dus uh, ik weet niet van waar dat dan nog voorkomt. Misschien zo het is op school een bal in uw gezicht of zo Ja, ja dat kan, ik kan me niet herinneren, maar dat was wel. Het, het tussenschot is blijkbaar nog belangrijker voor de ademhaling. Uh, en daarmee hebben ze dat wel even getest of mijn ademhaling nog goed is en, en ja, genoeg is, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Dat is wel belangrijk voor een coureur. Maar dat was allemaal nog in orde. Dus het was maar net uh, voor het esthetische dat die operatie is gebeurd. Mm -hmm. Uh, en nu met een masker rijden? Dat was, olé, met een masker moet je niet rondlopen? Of? Nee, ik heb een paar dagen een uh, spelletje erop gehad. Een klein dingetje op mijn neus, wat, maar dat kwam ook al vrij snel los dat ik uh, iets of wat terug begon te sporten. <laughs> en dat was ook geen probleem. Hij probeert dat er gewoon zo lang mogelijk op te houden, bij voorkeur een week. Uh, het was uiteindelijk maandags operatie, vrijdag heb ik het er dan s'avonds maar afgetrokken. En met de rechterkant al loszong. Uh, maar dat was eigenlijk vooral als bescherming. He. Het is eigenlijk vanaf dat botje goed staat, blijft dat daar wel zitten. En moet het gewoon aan elkaar groeien terug. Uh, het is alleen zien nu uh, de komende weken nog dat ik er geen doef op krijg, want uiteindelijk is dat nog niet sterk, sterk. Hè. Ja. Dus ja, ja. Ik draag nog geen een bril op training bijvoorbeeld, omdat ik nog al een druk en zo er al wat af wil houden. Maar eigenlijk voel ik niet meer dat ik de uh, gebroken neus heb gehad. Ja. Uh, hoe is het voor de rest? Je bent daar juist al voor de opname een, ja, een zeer kort seizoen achter de rug. Heb uh, dat ja. uh, verrust nu? Ja, uh, ik had toch die rust ook wel even nodig. Hè. Ik had uh, een aantal maanden geleden, dat ik dan echt de voorbereiding dus, ja, nog specifieker en nog harder aan bezig was, zou ik maar zeggen. In november of zo had ik zoiets van: ja, direct nat crossseizoen doen we maar voort met wegwedstrijden. Tegen de ploeg ook gezegd. Ik zeg: vraag maar wat wegkoersen dan? Dan wel direct uh, kunnen vert doen en gravelen. En misschien de Cape Epic of zo. Dat kunnen we het mm. ook eens doen. En... Maar naarmate dat we dichter en dichter bij die comeback kwamen, werd ik wel gewaar van. Uh, ja, ergens moeten we toch wel wat rust gaan inplannen. Want het is niet zozeer dus fysiek, maar ook gewoon mentaal wel mm -hmm. een belastende periode geweest. Hè. Eerst heel die twee jaar al. Maar ook gewoon dat toewerken naar die crossen en uh, terug meer en meer interviews beginnen doen richting die comeback. Uh, je moet uh, materiaal, kledij, passen, alles op punt stellen. Uh, er is echt wel veel op mij afgekomen na, na, na meer dan een jaar heel weinig te mm -hmm. beleven. Ineens heel veel. Had ik toch wel nodig om even wat rust te hebben. Um, maar ja, dat is dan met doktersbezoek ineens in het ziekenhuis en operatie geëindigd. Uh, maar ik merk toch wel dat ik, uh, dat ik nu wel na die twee weken, drie weken ondertussen goed hersteld ben en klaar ben voor het oh. volgende. Wat wow. is zeer ze nu? Op de planning terug voor De uh, den 28 april Grevel in Valkenburg en dan een paar dagen later, 1 mei, het BK Grevel in Turnhout, vlakbij huis. En dan daarna de Grevelkoers in Aken nog en dan mm -hmm. een opwegwedstrijden. Maar ja. uh, in eerste instantie proberen dat Grevel is te testen, hoe ver ik daarin kan geraken. Sepp, uh, jij specialist Grevel van de zoekclub? Ja, ik snap niet dat je daar aan twijfelt. Dat je dat, of je dat zou... Dat je gaat, toch? Ja, ja, ik zal het misschien anders al zeggen en dan, dan blikken we nog verder vooruit. Je hebt het WK-Revel begin oktober ja. en ik zou er super graag aan meedoen. Ten eerste omdat dat voor de, voor, oh, ik vind dat wel een chique evenement eigenlijk. Ja. Uh, voor de Vlaamse sponsors die we hebben is dat ook wel leuk, hier in de buurt. Uh, veel sponsors van de ploeg zijn ook hier in de buurt. Uh, maar dat is de week voor het crossseizoen waarschijnlijk, want we hebben de crosskalender nog niet. Maar waarschijnlijk gaat dat de week voor het crossseizoen zijn en die planning van, of, of de inspanning van een WK-Revel wat dan een vijf uur koers of misschien langer zou zijn ten opzichte van een cross van een uur, die intensiteit is wel helemaal anders. En ik wil nu gewoon na deze eerste drie gravelkoersen bepalen, gaan we er voor dat WK echt een doel van maken, om dat proberen ja, echt mee koers te maken en in beeld te rijden, of gaan we dat meer zien als uh, wedstrijd in het proces richting het crossseizoen. Ja. Daarvoor vind ik eigenlijk eerst eens in het gravel dingen moet kunnen aanvoelen, wat is mijn niveau daar juist in. Ja. Nu, wat je sowieso met gravelen hebt is, dat zijn heel verschillende wedstrijden. Je gaat al zien dat uh, Aken, Valkenburg en Beekhuis. Dat gaan allemaal ja. heel, heel andere omstandigheden zijn. Maar hoe, inderdaad, voor het WK. Um, gaat er wel een goede waardemeter hebben. Uh, maar ja, is dat. Allee, in mijn ogen is dat WK nu toch altijd al, staat toch al hoger dan als... ja, ja. welke cross is de eerste in Beringen dan? Of, of, uh... Ja, we hebben de kalender nog niet, maar ik neem aan van wel ja, drie weken ah. later. Het, uh, denk 1 november is vrijdags, ik ga geen Koppenberg crossen, want zondags is het EK. Dus dat is al vrij kort het Europees kampioenschap na dat WK-grevel dan bijvoorbeeld. Ah, ja. Wat mij wel opviel was op het, op het uh, ek gravel dan nu er zijn ook heel veel crossers gestart en die waren eigenlijk uh, die waren er niet zo goed, mm. zeker niet dan de mannen dat dan, dat dan wel een goede seizoen start hebben. Dus er is misschien wel iets dat het, dat het een heel moeilijke uh, combinatie ja. is uh, ja, om ik, te maken. Ik, misschien moeten we daar eens aan Hendrik vragen of zo. <laughs> Maar ik denk ook dat een cross is gewoon constant sprinten naar elke macht ja Dat is nu net weg op een WK aan denk ik. Van uh, hoeveel kilometer is dat Ja, oh, Dat ik, is toch meer een duur inspanning? Als... Ja, dat was ook wel het eerste uur. Ook echt wel ah, ja. sprinten <laughs> in elke bocht. Alleen voor mij dan toch. Um, mm -hmm. Maar dan, ja, dan valt dat zo even in. Zitten zo in een groepje waar, ja. je, waar je op je plaats zit. Uh, dan is dat gewoon even terug ja, een uur of drie ronddraaien en, en uh, zien dat je allee, dat je, je bochten deftig pakt en zo. Ja. En dan is dat wel gewoon nog een finale rijden. Dus dat is zo wat. Ja. beetje lijkt een klassieker of zo in het voorjaar? Op die manier wat koersen? Buiten dat je start dan wel, allee, je moet rekenen, uh, je start ook echt met, met, met gewone mensen zoals mij. Die hebben de liefst ook niet mee. Dus, ja, je, dus ja. daarbij wordt daar altijd wel hard vertrokken ja. om een beetje. Die eerste schifting te hebben. Hè? Ja, ik ben in turn-out nu het parcours gaan verkennen op de zaterdag. Ja. Um, en het is daar ook al in het begin vrij smal af en toe. Dus het is gewoon echt geen cadeau om daar uh, te ver te zitten. Dan, dan zit je constant al op de rekker na uh, de eerste 10 kilometer van de wedstrijd. Ja. Ja. Je hebt je... natuurlijk nadien nog wel ruimte en plaats genoeg om in te halen, maar als je niet mee zit daar, dan heb je dat weer al wat verloren. Toch, nee, maar ik denk ook dat dat in Leuven was dat ook. Hè. Dat was direct een bottleneck. Maar eigenlijk ja, je moet je nergens hebben en je kunt je beter direct in het begin hebben. Ja, ja. En ach, hoe is alle Uw, uw ploegmat aan het zoet, die is met twee keer voorbij gereden op TK. In het begin, ja, dat, ik zei, ik zul een achteraf nog naar Ik zei, ik heb een dubbele verkoudheid nu. <laughs> Want die, die reed mij voorbij, dan had hij stukken, Dan reed ja. je mij terug voorbij. Ach, hoe rijden wel, Dan rijden we wel rijden ja. we gewoon waar uw plek is. Um, maar dat is het ding, hè. we moeten een beetje net maken. Je kunt dat WK-grevel wel meedoen. En dan kun je er gewoon een schone, leuke dag van maken. Of je gaat er te werken om dat te proberen. Op vijf terreinen of podiumterreinen. Ja. Is dat haalbaar? Dat dan een mohoritje en zoiets start, gelijk vorig jaar, is dat misschien wel een beetje zot. Maar alhantie, ambitie mogen we het toch hebben, denk ik. En dat ja, is wel nou, nou, nu binnenkort gaan we dat plan maken. Tuurlijk, want uh, Wout van van achterheid ook in hoe ze zijn eerste graf, En dan was ook zo de vraag: van, ja, gaat hij dat kunnen? dacht ik echt maar, oh, wat een, wat een domme vraag. is dat nu. Die kan goed sturen. En die redt klassiekers. Dat was acht minuten achter of acht minuten voor dat hij was. Ja. Dus ja, dan, dan alleen, daar, ja. Je gaat er gaat, da, gaat gewoon, nou, gewoon goed in zijn. Ja, ja. ja en ik heb er wel goesting in ook zo ik heb uh, vaak met de gravelfiets gereden in, in de corona periode ik het wat mee begonnen meer en meer gedaan ook tijdens de schorsing maar nog nooit geen wedstrijden gedaan want sinds dat dat zo aan hype nu is die wedstrijden ja, is mijn schorsing destijds begonnen dus uh, ja. dat is wel de eerste keer dat ik dat ga doen en daarvoor ga ik dan op dan te rekenen een beetje je hebt uh, veel wedstrijden gedaan de laatste jaren in dat gravel, je kent heel veel van materiaal en zoiets ook af. Dus hij is een beetje met een man die een, uh, met een fiets op punt moet zetten en zo nu. <laughs> ja, ja, snap ik, snap ik. Maar even goed, je doet ook al veel kossers. Want je zei, die waren niet zo goed op de EK, maar nee. Timo Kielich, die wint vorig jaar wel. Wat was dat, Valkenburg of zo? Denk je die ja, maar ja, die, ja. Timo Kielich is, is toch al veel meer een wegrenner nu dan een kosser, ja. nee? Dat is, toch, ja. dat is toch categorie Johnny Vermeers nu? <laughs> ja, ja, ja dat, dat klopt wel. Dat is wel niet meer een pure crosser. Maar Jens Arams was daar denk ik in Valkenburg ook derde of vierde of zoiets. Dus, uh, en Cameron maar, ja, Mason ook. was ook mee denk ik. Ja, dat is ook wel typisch een renner. als je ziet in wat crossen dat je goed is. En dat ook die lastige wedstrijden en zoiets. En dat is dan denk ik een grote motor dat is dan wat je moet hebben in het gravelen ik hoop dat ik die ook heb dus het oh, ja. zien het is wel een leuke uitdaging kijken ja. van de om uh, zo het zomerseizoen te beginnen met die gravelwedstrijden ja maar ik heb vorig jaar twee k gereden uh, in Italië en ik had direct zoiets ik had dat gereden wat echt super tof evenement een dat was uh, was echt zo en ik dacht echt om mij cyclocross, dat gaat je dat, ga, dat, ga dat, hmm. dat Cyclocrossseizoen seizoen gaat gewoon korter rond het gaat gewoon ja. Alles overheersen. Maar misschien is dat, omdat je er twee jaar is uit geweest, dat je dat ook nog niet. Eh, wel vorig jaar, deze ja. tijd vorig jaar, kwamen die eerste ideeën eigenlijk van Jannik en de chef, mijn eh, management. Van, ja, we begonnen wel een ploeg vinden, maar stel dat het toch allemaal moeilijk is en zo. Dan richten we gewoon zelf iets op. We gaan privé sponsors zoeken en we gaan dat gravelen doen. Hè. En dan zit je gewoon een off-road trainer. Je doet gravelwedstrijden ja. heel de zomer. Uh, in de winter crossen. Uh, in de zomer af en toe nog zo'n een klein kermiskoersje. En dan heb je eigenlijk geen ploeg nodig om in de zomer te fietsen. Ik zeg: oh ja, in eerste instantie kan dat dan wel. Maar ik heb twee jaar lang alles alleen moeten doen, af en toe was met een thuis ja. of mijn andere renners in streek streekfiets, maar ik mis dat groepsgevoel en samen op stage gaan. Je ja, hebt het er vorige week en zo over gehad, hoe leuk dat dat is, dus, ploegstages en zo, en dat heb ik wel gemist ook. Uh, dat enerzijds, plus dat ik ook nog altijd vragen had, van ja, dat grevelen, is het dat dan wel? Want ja, oké, okay, fietsenmerken willen dat wel en, en, en producenten van banden en zo, zien er wel een serieuze markt in ja. al die dingen, maar valt er ook iets uit te halen? Om dat als profrenner te doen. Gelijk Stijl het vorige week zei. Ja, je kunt dan wel gravelwedstrijden doen, maar is dat profwaardig of zit het dan een prof? Maar ik heb het dan gezien twee uh, Het EK was het dan zeker, hier in Leuven. Ja, dat werd wel keihard in beeld gebracht. En er was wel echt veel rond te doen. Ook, en, en, de kranten stonden er wel van vol, denk ik. Dus, uh... Ja, plus ik ook allee, dat, dat businessmodel in de toekomst, dat is, dat is ook gewoon veel logischer, want als je zit met een massa-evenement, uh, iedereen start een beetje dezelfde wedstrijd. Ja, dus eigenlijk wil dat ook zeggen, alle recreanten gaan later je startgeld betalen. Uh... Hè. Terwijl in de, ja, in de cross is dat, is dat een veel ander businessmodel, dan denk ik ja, oh, daar, daar zit gewoon veel meer toekomst in. Um, ook qua, qua, ja, qua beleving, omdat we hadden dan TK hier in Leuven, oké, okay, je kunt zeggen ja, dat is dan het hart van, van, van het wielrennen, maar in Italië was ook hoeveel volk ja, ja. daar naar kwam kijken, hoeveel, hoeveel uh, mm. hoe zot iedereen daar werd. Uh, ten, ten. Dan denk ik, ja, maar dat is wel. Uh, mm. ja, Ah, je, misschien zeg ik verkeerd, hè, want ik ben er nog niet geweest, maar die gravelwedstrijden van Valkenburg en Aken, daar zal misschien niet veel volk langs de kant staan. Maar ja, dat is ook wel. Valkenburg is al uitverkocht zelf, dus dat is een, volle, een vol deelnemersveld ja. van amateurs en wielertoeristen en zo dat daar ook start. Dus, ja, en uh, dat zijn altijd ook wel dat zijn mensen die iemand meebrengen. Ja. Dus ja, de, daar is sowieso, daar is sowieso ja. wel, wel volk. En dan nog een expo met fietsenmerken dat er mm. staan en het ja. eerste materiaal showen en zo. dus Business zal er wel in zitten, denk ik. Dus, uh... ja. Maar ik was er eerst zo wel wat van ja, tegen de Janik ook, ik zei ja, ik weet toch niet uh, helemaal of we dat wel. En hij ging dan ook meedoen uh, in Leuven met dat EK en zo. En toen was mijn jongen verkocht dus, en hey, zei: jongen, je moet dat doen. Ja, Als je bij een ploeg, bij een, bij een wegploeg of zo, volgende zomer, je moet die, die grillkoers erbij pakken. Dat is de toekomst zei je ook. En dat die mensen dat zeggen die hebben er toch een beetje oog op welke richting de wielersporten uitgaan. Dus dan gaan we dat maar volgen. Ik zou het zo gevonden hebben, Misschien de Jannick niet meegedaan hebben, want die woont daar om de hoek. Ja, inderdaad. Ik was gaan verkennen en ik ken dat van nergens, Maar dan bleek dan achteraf dat de straat van de Jannick was jij ga iets zeggen, Seppe? Ja, nee, wij, waren, wij, wij gaan later kunnen zeggen dat we op het allereerste wk Gravel waren, hè, Boogie? Ja, dat is juist. Twee uh, jaar geleden. Jij voor gewonnen is? Dus, ja. Oh, ja. Dus oh? we, pioniers in het, uh... <laughs> het kapotmaken van de gravel, uh... <laughs> <laughs> Ja. Maar ook dat, ik denk dat dat nu wel duidelijk is: dat je, je, je hebt de uci series en dan hebben ze wel meer het, dat alternatieve circuit. Ja, ja. Uh, ja, toen was ik eigenlijk met gravel aan het beginnen doen, dat was in de coronaperiode, dat, dat, toen begon ik ineens gravel wel te hypen hier in Vlaanderen. Ja. Iedereen stapte op een gravelfiets en ging maar gewoon straatje in, straatje uit fietsen. En dat was echt als ontspanning. Hè? Het was toen goed weer en we ja. zien we wel, en hm. kom ik na nou drie uur terug of kom ik in nou al zes uur terug, we zien we wel waar ik uit kom en daar ben ik nog niet ingedraaid, hoe dat is. Dat is natuurlijk wel iets anders dan nu die gravelcompetitie. Dat, dat is, ja, dat is e? meer koers, nou, nu is het echt koers en tactisch en zo. zo ja, ja, inderdaad, je moet het echt zo zien. Dat is eigenlijk gewoon een koers een, een, een over onverharde paden. Weet ja, ja. uh. je, mountainbike marathon-achtig zeker? Ja. Ook? Of wat is dan weer het verschil daartussen? Ja, dat is, dat is echt nog wel meer single tracks, denk ik. En, en, en ja, ja. Dus de snelheid gaat sowieso lager zitten. Ja, maar ook met... ja en op een mountainbike marathon: we hey, hebben er vroeger veel gereden. Wij konden sommige stukken niet rijden. Hè. Allee, dat, ja, ja, ja. Allee, sommige afdalingen rijden we niet, waar een doorwinterde de mountainbiker makkelijk naar beneden rijdt. Ja, ja jij wel kunnen alle stukken rijden. Hè, ja, dat is niet extreem. Wappers oh. ja. op, dat week had je niet al, daar waren echt wel <laughs> stukken bij. Ah, serieus? Ja, serieus? Er waren mensen die dat, dat waren gaan verkennen en, en die echt zeiden: Joh, ik weet niet of ik ga starten, want dat vind ik, echt, ik vind dat er echt ah, over. Oh, dat wist ik niet. En ik daar, ja, na, na, na vijf uur koers, als je daar dan komt, dan denkt je daar ook niet meer te veel <laughs> over na. Dan smijt u zo ergens in een gat met uw fiets. En ah. dat, was echt, dat, was wel, uh, dat was wel extreem, maar ja. Ja. Uiteindelijk vind ik dat toffe dat je, ja, je, hebt, je hebt zoveel verschillende parcoursen, uh, dat dat ook niet altijd hetzelfde is. Of zo. Dat, daar, dat daar geen vast patroon in komt, omdat dat, uh, ja, je, hebt, je hebt evengoed een in de Sierra Nevada je hebt, uh, Ik heb er dan een ja. in Noord-Holland gereden, wat echt gewoon een, een, een toertocht is, zoals bij ons. Maar ook, allee, dat is ja, allebei leuk om eens in wedstrijd te doen, maar dat daar niet echt zoiets vast in komt dat ja. je. Dat maakt het ook wel interessant als gelijk in de cross een beetje. Wie rijdt er met slicks en wie rijdt er met Griffels? En ja. anders rijd je met Rino's. Moet je daar nu ook in die Revelu banden gaan bepalen waarschijnlijk. Uh, het verzet waar je mee gaat rijden. Hoeveel ja. zal dan bij een ander verzet moeten rondrijden dan op het BK in Turnout waarschijnlijk. Dus, uh, en daar reken ik op de aanzoeten. Dat wordt me de man om, uh, <laughs> om dat allemaal wat uit te zoeken. er <laughs> is veel meer materiaal en zo ook bezig. Voor mij is dat allemaal wat nieuw, dus uh, we zullen het zien. Ja. Is hij ook nog Belgisch kampioen op de marathon geweest? Op de mountain, maar ik niet. Dat weet ik niet. Wat hem uh, wel altijd doet met BK. Uh -huh. Cross-country ook wel mee. En dan rijdt hij meestal op podium. Ik weet nu niet wat hem eigenlijk al Belgisch kampioen is geweest bij de elites, bij de jeugd. Ik denk op de marathon. Ja, ja, of toch op het podium gestaan. Dat uh, zou kunnen, geen idee. Sappig ja. hè. Jij... Ik durf het ook niet zeggen. Ik het opzoeken. Ik weet dat die, als hij nu geen twee keer pech had gehad op dat EK, dat, dan had hij wel echt kort geweest in Leuven. Die was echt ja, wel... Ja, die was toen ook heel, ja, heel goed en dan, een week erna was het Beringen zeker, de eerste cross. En dan is hij naar Amerika gegaan voor die eerste wereldbeker en daar heeft hij corona gekregen. Ah, okay. en, het, en eigenlijk een hele goede zomer had hij gehad dat vorig jaar niet kunnen doortrekken en dat is wel een beetje spijtig, want op het einde van de winter, want hij heeft dan een rustperiode gehad in de kerstperiode. Uh, en dan terug opgebouwd, naar Spanje ook nog gewist waar ik toen ook was. En dan had je eigenlijk nog een paar goede weken gereden op het einde van het seizoen. Dus ja. Spijtig dat dat er dit seizoen niet is uitgekomen, maar uh, we zijn wel gebrand om met de ploeg te gaan bewijzen volgend jaar wat we kunnen. Hè. Ja, je ja, bent ook van ploeg veranderd. Hm? Uh, zag Hoe is je dat gelopen? Dat is een lang verhaal eigenlijk. <laughs> Eerst uh, gaat het weg bij een ploeg. Uh, ik had voor mezelf al de keuze, het eigenlijk los van, uh, van de schorsing als ineens op mijn pad kwam, dat ik stil aan was bij een andere ploeg gaan rijden, want ik had vanaf dat ik prof was, uh, was ik al bij die ploeg, vanaf Beloften eigenlijk al bij die ploeg. Ja. In het begin was dat wel onder leiding van Hans van Kaster nog. Dan uh, na één jaar prof heeft uh, Nijs en zo die ploeg overgenomen. Maar ja, uh, het was stil aan tijd voor een nieuwe uitdaging vond ik. En die hadden we dan al vrij snel gevonden bij, uh, bij Wanti, bij het crossproject toen nog Tormans. Ja. Uh, op een gegeven moment ook getekend tijdens die schorsing, maar we er nog altijd wel vanuit gingen dat dat snel opgelost ging raken. Denk Ik in de zomer ongeveer dat we daar getekend hebben. Onze tijd is daar ook begonnen, dan in januari 2023 zeker. Mm -hmm. um, maar ja, op dat moment nog altijd, ik er ook vanuit ontgaan, ja, dat gaat in orde komen. Ik heb gisteren de kleren, op het zolder nog tegenkomen. Ik heb heel dat kledingpakket nooit <laughs> niet aangaat. Ik ben ook met die mannen een paar keer gaan trainen, ploegtrainingen en zo in een en zo gedaan. Um, Totdat daar Tormans ook wegging en dat er ook eigenlijk geen budget niet meer was. Um, Ze wouden me er nog wel bij, maar het was een heel lang wachten op kunnen we dan toch wel gaan betalen. Um, en op een gegeven moment heb ik dan zelf de knoop moeten van, ja, Als het niet lukt, dan moeten we op zoek naar toch een andere ploegen. Ja. En dan uh, waren er verschillende ploegen die al wel uh, interesse hadden. Bijna alle crossploegen eigenlijk wel. Um, en dan hadden we ook nog altijd een beetje aan het denken geweest van misschien kunnen we toch een privéproject met wat privésponsors of zo gaan doen. Ja. Um, maar ja, dan, dan meer en meer gesprekken nog met Bart en Giel Verschuren, de bazen van de ploeg, nu uh, de schacht en Smaas. Uh, en vroeger eigenlijk een aantal jaren geleden ook al wel wat gesprekken mee gehad. En ik kende Bart ook van vroeger nog mee in de ploeg te koersen. Uh, gaf me dat eigenlijk wel echt heel veel vertrouwen. En, uh, en financieel kwam het daar ook rond. Het materiaal zit er allemaal goed. Dus uh, heb ik dan voor gekozen. Ja. Maar dus intussen tijd wel heel uh, ja, vaak aan het denken geweest dat hé, binnenkort rijd ik in die ploeg, dat bleek dan weer een aantal <laughs> weken later, uh, het zal dan die ploeg worden. En had ik altijd wel ambitie gehad en leuk gevonden dat ik met die bepaalde ploegen dan zou kunnen gaan koersen. Maar nu dat ik bij deze ploeg zit, wat een kleiner ploegje wel is, maar ja. wat wel een heel familiale ploeg is. En dat is een beetje een cliché, maar het is ook wel echt zo. En uh, geeft me dat wel echt een, uh, een goede gevoel. En ik denk dat dat is wat ik nodig had na die lange schorsing. Ja. Je gaf dat ook niet vertrouwen dat je, allee, je je bent dan geschorst, maar dat je wel weet oké okay, alle ploegen zijn nog geïnteresseerd Ja, ik had er wel wat schrik voor eigenlijk, op een gegeven moment. Ook voor, uh, ja, uiteindelijk is hij wel geschorst voor een dopingzaak. Ook al, ja, voor mensen staat een dopingzaak altijd maar gelijk, want geen wat Lens Armstrong gedaan heeft, eigenlijk. He, voor de gewone man in de straat. Maar we zijn gewoon altijd open geweest tegen alle ploegen en uh, tegen de media, eigenlijk ook altijd wel. En daardoor denk ik dat het wel duidelijk was. Uh, ja, dat, dat, dat ik nooit echt iets verkeerd had gedaan. En dat ze wel vertrouwen mocht nemen in mijn eerlijkheid, zal ik maar zeggen. Um, maar dan waren er wel veel ploegen, bijna in alle ploegen zelfs, waar er wel een of andere sponsor, zoiets had van ja, maar we hebben net eens een naam is ingedrukt op Google, uh, moeten we die er wel bij pakken. Want, hè? En dan hebben wij gewoon altijd heel dossier van de UCI doorgestuurd. Nou, hier leest maar eens, hè, En dan was het eigenlijk altijd wel de sponsors ook in orde. Ja, dus kennendeel was zo inderdaad toch wel eens eventjes alles wou bekijken. Dat is een Amerikaanse sponsor, mm -hmm. uh, ja, die misschien niet echt thuis in de cross of mij niet kennen van, van mijn verleden. Dus maar eens snel mijn naam in tikken en dan komt hij wel bij die rotte artikels uiteindelijk. Ja, nee, nee, ja, klopt. maar ik denk als buitenstaander, alleen hoe dat ik dat beleefd heb, is dat eigenlijk toch in de pers nooit aan getwijfeld, aan u of zo, alleen in België is daar Heerlijk. Nee, dat klopt eigenlijk ja. wel. In het begin, die eerste dagen, waren er een paar kritische artikels wel. Alsof ik nog uh, supplementen op een of andere luche website zou gesteld hebben. <laughs> of was ook zoiets van: ja, maar het is, het is net voor 2K. Waar ik van harte en Mathieu van der Poel niet waren. Dus hij zal dan toch wel, want deze was zijn kans om wereldkampioen te worden. Nou, dat was inderdaad mijn kans om wereldkampioen te <laughs> worden. Maar dan moeten ze hun dingen nog niet meer <laughs> doen. Uh, dus we hadden op dat vlak dan de schijn een beetje tegen. Maar we zijn gewoon van het begin zo open mogelijk geweest. Zowel bij de ploeg. Als bij de, me uh, de media ook. Op een gegeven moment hebben we wel de media een beetje proberen afhouden, want ja, Want elke, uh, elke dag wou er wel iemand een interview. Het ja. duurde ook gewoon super lang. We wisten echt niks van de beest. Het heeft een aantal maanden geduurd dat dat geanalyseerd werd en van die dingen. Waardoor er sommige journalisten al begonnen te twijfelen. Hè, van ja, Hij zegt wel dat er geen nieuws is, maar is er wel degelijk ook geen nieuws? Misschien is hem hier zomaar wat. Ja, ze zijn eigenlijk van een dominant onthouden wat er van niks weet, omdat hij nog een uitvlucht wil zoeken. Zo kwam dat ook soms over, precies. En uh, ja, dan hebben we gewoon altijd duidelijk geweest en eerlijk geweest tegen die mensen. En uh, ja, dat heeft dan wel opgeleverd, denk ik, gelukkig maar. No. Maar ik denk ook dat dat niet meer zo zwart-wit is, zoals... Allee, ik denk dat er ook gewoon al heel veel voorbeelden zijn mm -hmm. um, van een vervuild voedingssupplement of van... Uh, van, van uh, ja. Van een, van een controle die, uh, die een foutieve waarde heeft, waardoor, waardoor dat mensen ook wel al weten van oké, okay, het, het is niet zo ja. Lens of uh, Zeker, als je echt in de sport zitten. Zeker zo in het wielrennen of de, 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 de sporten waar dopinggevallen destijds vaak wel fout waren, zou ik ja. zeggen. Maar eigenlijk de laatste jaren weinig echte dopinggevallen zijn. Uh, maar ja, gelijk ik zeg, de man in de straat, de mensen die je tekent dat je in de winkel zei en die net uh, je kop op de voorpagina hebben zien staan en zo, die denken misschien wel op een andere manier. Mm. En dat geeft u wel niet zo'n comfortabel gevoel om dan uh, door het dagdagelijkse leven te dansen. Nee, ik snap, snap ik. Snap, nee, ik heb u ergens over zeggen, of in een artikel of in een podcast gehoord dat je zei dat je de eerste dagen u echt schaamde om, allee, dat je niet ja, durfde buiten komen en zo. Gewoon, dan mag je niet weten wat je moet gedragen ja. hè. als je naar de winkel rijdt en je komt er iemand tegen aan de kassa. Ja, je staat gewoon met je kop naar beneden en dan mag je geen goesting hebben dat de mensen je aanspreken mm -hmm. of herkennen. Of, want dat is zo, als ik in Rijkenvoorstel passeer dan ja, mensen herkennen mensen mij wel snel en weten wel uh, dat is tonaar zijn, coureur. En, maar nu kwam er wel iets anders bij. We hebben een naam vast hangen. Ja, terwijl ik op dat moment zelfs nog niet wist wat die stof was. Ik mm -hmm. kreeg gewoon een bericht van een UCI, een mail. waarin stond positief letrozol metaboliet. En dan kreeg ik de telefoon van. Uh, ja, we hebben net een mail naar u gestuurd. kunnen bevestigen dat je het in het aangekregen Een nou, mail lopen. Uh, ja, ja, waar gaat dat over? Ja, bespreek dat maar met je management en de ploegdokter. Nou, ik heb dat ook maar gedaan. <laughs> ik zeg: Ja, ik, zeg, Jan, ik uh, probleem. Ik heb hier een uh, positieve dopingtest. Ik weet niet waar of hoe, uh, maar ze, zeggen, uh, ze willen ook niet zeggen wat, welke stop of waarover dat, dat gaat. Dus ik bel naar, uh, naar een dokter en die net dat dan direct opzoek want dat was toch volgens mij voor hem ook niet direct duidelijk wat dat was. En dan begint gewoon die, heel die zoektocht. Maar uh, dat is dan maandags in de namiddag ergens dat ik dat, dat bericht kreeg. Uh, dinsdag na het 7-uur-journaal hebben wij dat bekend moeten maken van de publiek, mm -hmm. Eigenlijk hebben we dat ook maar gedaan. En was ik wel, dus op dikke 24 uur, een dikke dag, was ik wel ineens, zonder dat ik iets wist, de misdadiger om toe te zien. Ja, ja. En je zet er niet op voorbereid, want dat is niet waar dat je aan zit te denken: als dat gebeurt, ga ik dit of dat doen. Dat, ineens is dat daar en je moet dan maar verder. Dat is toch niet zo gemakkelijk nee. in de dagen. Nee, nee, ja, dat, is echt, dat is echt de nachtmarie van elke van, elke, ja. van ik, dat je een brief krijgt en dat je denkt van, wow, oké, okay, ja, ja. oh, wow. Dat zijn letterlijk dingen waar je s'nachts zo eens een keer van zou dromen. Dat kijk ik ook wel eens dromen, ik de start misbevormd ja. <laughs> of dat je de in de verkeerde richting aan <laughs> toe Dat je, zo dat je op de koers staat zonder schoenen of zo, ja, zonder uitrusting. Dat is ook wel eens van oh, oei, verkeer, een, fout, een, een, een positieve dopingtest zonder dat je uh, weet wat er gebeurd is. En dat is dan, ja, dat is dan... Ineens echt gebeurd. En ik had ook echt dat gevoel alsof het dat dat een nachtmerrie was. Alsof het dat dat iets was en ik klopte. Dat ik heel die dag, wat er dan vanaf dat je een telefoon tot een aantal dagen later, dat was precies alsof dat er wat aan het gebeuren was, maar dat, dat eigenlijk niet kon. Dat dat gewoon zo'n er wel iemand of knips en het is gedaan. Want wat er nu gebeurt, dat kan gewoon niet. Ja. Maar, ja. En, maar dan, ja, een keer als die, die eerste dingen voorbij zijn, dan denk je toch, oké, okay, ik heb niks gedaan, dus dat gaat wel. Ja. Dat gaat wel goed komen. Het heeft toch heel lang geduurd eer dat je daar een beetje duidelijkheid had van, ja. van waar je voor stond. Ja, we zijn dan vrij snel begonnen met die eerste supplementen al naar op te sturen en te laten analyseren. Um, en dan was het gewoon hopen dat daar iets uit kwam. In eerste instantie kwam daar niks uit. Hebben we nog wel, want we hadden lijsten gemaakt van hier zal de kans wat groter zijn. En, want het is, uh, het is iets dat bij dieren en zo gebruikt. Worden, dus dat we zoiets van: dan kan het wel in eiwitsupplementen zitten, omdat dat weer van melkverd komt en zo. en de vitamine C, gaat dat minder snel inzitten, dachten we dan. Uh, op een gegeven moment had ik er ook uitgekomen dat de paracetamol in hetzelfde fabriek werd gemaakt aan die elettrozolen. Dus dat was voor mij een link, ja, die, dat moet ook zeker uh, onderzocht worden. En zo ja, ik ben er echt dag en nacht mee bezig geweest met al die dingen hè, te zoeken, al die bijsluiters van al die producten te lezen. Um, en dan de eerste analyses zijn dan gebeurd, er kwam dan niks uit, nog eens een analyse laten doen. Daar is dan wel een spoor van een contaminatie in gevonden, wat niet zeker was of het letterzol was of iets anders. Um ja, en dan was het weer wachten, wachten totdat het beestal ten eerste al moest dan geanalyseerd worden. De de weer een beetje ijdele hoop, hè, van ja, mm, het stille. zou zo toch maar eens een keer... Tot, tot dan negatief Ja, ja. het kan hè. En het was toch maar een heel lage concentratie. We moesten nu in dat andere potje nog minder in de gezeten wat ze niet hadden kunnen vinden. Dan, had, dan was het misschien opgelost hè. Um, Maar blijkbaar was dat enkel nog maar in de duivensport gebeurd of zo dat een <laughs> A- en een b beestal kan uh, verschillen, omdat dan blijkbaar de uitwerpselen en de urine bij een duif hetzelfde... Oh, ja. Zit of zoiets en, en, en minder geconcentreerd. wat. Ah, dus uh, dat was ijdele hoop. En, uh, maar ja. dat zijn toch van die dagen waar je wel op zit te wachten. En dan is er weer corona in de labo. Dan wordt je uh, B-stal-analyse weer een maand uitgesteld. Omdat er een of andere professor met corona zit. Ah, dus, dat is echt om te rotten, want je eigen carrière gaat voorbij. Hè. Ik ja. was wel aan het trainen en binnenkort is het opgelost. Kan ik terug mee koersen? Nou, beestal kan niet doorgaan. Ja, weer een maand erbij. Ah shit, weer wachten, wachten, wachten. Uh, dan die analyses. Op een gegeven moment hadden we een spoor gevonden, zoals ik daarnet zei. Die dingen opgestuurd naar het labo van Keulen, wat dan een WADA-labo is, die moeten dan bevestigen in een gesloten pot dat die ook vervuild is. Dus eerst al die potten gaan zoeken met dezelfde uh, badge nummer. Die naar, naar Keulen opsturen. Ik zeg niet, ik stuur die niet op. Hè. En uh, post en elf weet ik veel wat, die potten kwijt doen ze Ik ja, heb ja. met mijn auto naar Keulen gereden, mijn haar ondertussen langer en langer ontworpen. Uh, die potten afgeven. Allee, ze zijn afgegeven. Content, want binnen een paar weken kan ik terugkoers. Ja, wachten, dat was. Uh, begin juni ergens denk ik, en 15 augustus heb ik bericht gekregen dat er niks in gevonden was. Dus van en in juni daar ergens, tot 15 augustus dat ik op hoogtestage was, constant hoop gehad van ze uh, biebellen ze, van zeg we hebben dat we, hè? we hebben gevonden, het staat daarin, en je mag terugkoersen. En ja, dat had dan zo lang geduurd, ja ik werd daar zot van op een gegeven moment. En dan op 15 augustus, ja, ik, zal, om, ik weet al wat dat die 15 augustus was, moedertjesdag, um, een mail van, ja, we hebben niks gevonden, uh, ik weet niet meer wat er allemaal just in stond. Ja, nou, toen is eigenlijk mijn wereld echt wel ingestort, want toen was de eerste keer dat ik dacht, fuck, als deze niet gelukt, als, als hier niks in gevonden is, hoe gaan we nu in godsnaam dan moeten gaan bewijzen dat ik het niet gedaan heb? En dan hebben we altijd de hoop op die haarstalen gehad, hè? daar is in gevonden dat er een heel lage concentratie is binnengekomen, minder dan, dan wat je kunt vastnemen nog maar eigenlijk. Hè? Uh, maar dat wouden ze niet aanzien als de bron van vervuiling. Dat was het bewijs van vervuiling, maar niet de bron van de vervuiling. En dat is wat ik eigenlijk mis in heel, uh, of gemist heb in heel die zaak. Ja, daarmee dat ze in het verdict hebben gezegd uh, ja, het is bewezen dat je, dat je, dat je ja. niks bewust hebt genomen, ja. maar we gaan nu toch twee jaar schorsen. Ja. ja, exact. Stel nu dat ik dat niet had kunnen bewijzen, dat ik niet bewust had gedaan dat ik een schorsing van vier jaar had, want Tom. dat is eigenlijk de basisstraf. En ze hebben dat dan teruggebracht tot maar twee jaar. Ja. Maar is dat tegenwoordig voor alle dopinggevallen de basisstraf, nee, vier de, jaar? Nee, je hebt twee categorieën eigenlijk, je hebt uh, ja, de gespecificeerde substanties of zoiets, ja, kan ik nu fout ja. zijn, hè? en de niet gespecificeerde, weet ik ook niet wat het verschil ertussen is, maar ene uh, heeft een basisstraf van twee jaar dan, en het ander van vier jaar. Ah. Oh, nee, of vier jaar, en het ander nog langer denk ik, zoiets zal het zijn. Uh, en bij het ene nog, bij mij dus bijvoorbeeld, uh, kon je zelf je voorlopige schorsing aangaan, zodat er een tijd eigenlijk als al zou beginnen lopen, mm -hmm. moest u toch een straf krijgen. Uh, maar was dat niet verplicht? En er zijn andere stoffen, gelijk Epo bijvoorbeeld, en dan krijg je direct een schorsing. Dus vanaf wat u positief in A-staal is, mm -hmm. krijg je al een schorsing dan. Ja, ja want eigenlijk, uh, je wordt, wordt dan denk ik op non-actief door je ploeg, maar eigenlijk moorde jij nog koersen totdat jij. Uh, was ja. dat niet zo? Je ja, had, had eigenlijk nog gewoon mogen krossen rijden. Hè? De ploeg had me eigenlijk niet op non-actief moeten zetten. Eigenlijk hadden wij gewoon ja. kunnen doorgaan en koersen. En, en soms... dan had eigenlijk je schorsing maar begonnen, die 15 augustus. Nee, want uh, maar het had dat toe. Nee, al ik denk bij het beestal dat de schorsing ah, maar ja. was begonnen. Want vanaf het beestal ook positief is, dan zetten ze sowieso mm. wel de schorsing. Dacht ik, ik ben daar niet zeker. Um, want die 15 augustus was eigenlijk maar gewoon een datum dat ze de, analyse, de supplementen ge geanalyseerd hadden eigenlijk, maar zou ik zeggen. Ja. Maar uh, wij hebben dan um, de dag na het 14 februari, is dus, heb ik niet een brief gekregen, en een dag daarna hebben wij de uh, voorlopige schorsing getekend. In mijn ogen zoiets van, ja maar waarom doen we dit eigenlijk, een voorlopige schorsing? Is dat niet precies zo wat toegeven? Nee, wat toegeven ja, maar zei de dan ook wel direct: je gaat sowieso een straf krijgen. Al is de minimumstraf van twee mannen of van drie mannen, maakt dat niet, maar ga sowieso een straf krijgen. En als je die voorlopige schorsing niet aangaat. Dan begint die straf op het moment van de uitspraak. Of van het moment van die bijstaal of zo. Ja, en, en alles wat je dan zou, koersen, ze er kwijt ook. Nee? Um, van uitslagen en zo zal dat, inderdaad wel, denk ik. en uh, Misschien van loon terugbetalen, zodat er dan ook nog kan bijkomen. Ja. Dat weet ik nu niet. Nu de ploeg mij op non actief gezet, ook omdat dat een verplichting was die ze in hun contracten met de sponsors hebben staan, Trek ja. en uh, Baloise, zo, de sponsors van toen, die hebben dat er gewoon in staan. Van en wat er een positief geval is, moeten ze ingelicht worden en moeten er in erop nog actief gezet worden. Wat ik ook wel begrijp ergens, maar anderzijds, ja, we moeten dat ook dan wel bekend maken. En dat vond ik wel dat dat heel, heel snel ging, want ik wist begot niet wat er gebeurd was en heel Vlaanderen wist wisten het wel vandaag dag daarna. Ja. Ik heb eigenlijk niet een tijd om het zelf uit te zoeken en nee, om een ja. bekin in te lezen en zo. En dat vond ik wel heel ambetant. En daar heb ik nu dus soms iets van, van. Misschien had ik toch moeten ijveren op die moment. Laten we dat nog één of twee weken stilhouden. En dan doen we dat dan allemaal wel. Het zal nou ook niet op die één of twee weken aankomen. Want het seizoen was toch ook gedaan. Hè. Dat was mm -hmm. een week voordat uh, het einde van het seizoen was. Uh, ik zal wel van het weekend zo gezegd corona hebben of zo, dan, dan kon het toen nog gemakkelijk mee wegkomen. En dan zien we wel na twee weken wat we doen, maar dan weten we toch tenminste een beetje wat er gebeurd is of waar het zou kunnen ja. fout gaan hebben. Um, maar ja, ergens begrijp ik toch wel dat de ploeg het dan bekend wil maken. Dat doet mij zo wat denken aan Thomas van der Plaatse, die ja, ook positief test omdat hij kanker heeft. en dat eigenlijk ja, zo in de, nee, dat de, de journalisten wisten dat eigenlijk voor dat hij het zelf wist. Ja, uh. ja, volgens mij kun je dat in twee weken stil Nee, dan is hij een mail naar mij gestuurd, naar de ploeg gestuurd en ook naar de Belgische band. Oh, ja. ja, ik kan zelf zwijgen, maar ik moet dat ook wel tegen iemand kunnen zeggen, natuurlijk, hè. tegen uw familie hm. of zo. Je er wel iemand over kunnen babbelen. Hè. Ja, je hebt daar wel mensen rond, u een dokter en een manager en zoiets allemaal. Uh, maar bij de ploeg komt dat ook terecht. Het gaan zij daar, Want alle mensen die dat, dat nieuws krijgen, je wordt aan niemand kwijt. Je kunt dat niet voor je eigen helemaal nee, nee. Dat kan niet. Zoiets. En dat was ook wel een van de redenen dat we gezegd hadden van uh, dan maar beter zelf met even een kort statement komen dan, ja. uh, dan het kobba-verhaal eronder te laten gaan. Ja, snap ik ook wel. Um, die supplementen laten analyseren. Dat kost geld, dat schijnt. Ja, dat kost vrij veel geld. <laughs> <laughs> ik heb wel het geluk gehad dat er, uh, dat er uh, universiteiten zijn die direct in mijn onschuld zijn meegegaan en die daar niks voor hebben aangerekend, sommigen. Okay. Uh, de Wadalabels, dat was op een gegeven moment iets anders, die hebben er wel vrij veel voor aangerekend. Uh, maar ik heb echt daar wel, uh, in dat was een zware kost eigenlijk, de analyse van die supplementen. Ook uw b dus uh, om terug even naar... Uh, Proces te komen die eerste dagen. Je moet je beestal aanvragen, maar het beestal laten analyseren kost ook al een hoop geld. Je kunt niet zeggen. Wat um... ja, mag dat kosten? Zoiets, ja, ja. Ik, ik weet het niet meer, maar dat was toch. Ik denk. een informatiepakket over je a waar alles in staat hoe je a geanalyseerd is, wat er gevonden is en zo. Dat was denk ik iets van een 2000 euro. Nee? Oh, oh. Ja, ja. En het bestaal was ook zoiets 2.500 euro of zoiets. Dus je zei eigenlijk wel in eerste dag, denk ik dat ik al 6000 euro kwijt was, om mij te kunnen gaan verdedigen met info wijzer gevonden en oh. doe mijn beestal maar. En dan om uh, twee, ja, twee jaar verder uh, dan al te gaan, bij de uitspraak van die straf, uh, kwam ook nog eens alle kosten van de UCI, De gerechtskosten, advocaat van de UCI, ah. de uh, wetenschappers van de UCI. Uh, de A en de b analyse en dan die analyses van die supplementen die zij op hun hadden, dat in het Wadelabo wade van Keulen is gebeurd, moest ik ook nog betalen. Dus dat was weer 7000 euro. 7000 euro dat was ongeveer wat ik verdiend had op school door een half jaar te gaan lesgeven. Dus dan weet ik voor ik ga werken, zijn dat al. Ja. En dat is eigenlijk, ja, en dan dat zinnetje, niet intentioneel, maar, ja. maar wel zoveel geld kwijt. Plus nog een eigen advocaat die op zich niet heel veel hebben aangerekend. Maar dat zijn ook kosten die erbij komen. Wetenschappers die ik heb uh, aangeschreven en die, uh, die, die wetenschappelijke stukken over mij hebben geschreven. Ja, dat is allemaal niet voor niks dat die mensen dat doen. Dus dat heeft me we wel veel geld gekost. Voor dan eigenlijk uh, nooit te weten, hm. ja, nooit iets fout te hebben gedaan. En ook niet te weten waar het eigenlijk juist is binnengekomen. Hm. Ja, zot. En uw loon wegvalt. valt. Gezichtsverlies een beetje, startgelden die na de komende seizoenen terugvallen, geen had dat er binnenkomt, geen uitslagen gereden. Nou, het, is, het, is wel, het heeft wel echt een grote impact, financieel, en die, ah ja, op alle vlakken eigenlijk. Ja. Oh. Wanneer besliste om te gaan werken eigenlijk? Allee, of... um, als het aan mij gelegen had, had ik dat niet gedaan eigenlijk. Maar mm -hmm. de mensen rondom mij zeiden wel allemaal van doe nu toch eens een keer iets anders, want ik was echt aan het trainen eigenlijk, vlak een prof gewoon mijn wedstrijden in het weekend niet aan toe, Maar voor de rest was ik bezig in de winter met crosstraining, in de zomer met lange duurtrainingen en blokken en sprints, noem maar op. Uh, maar ja, als je dat niet mocht en je mocht nog niet, uh, de kerstperiode ongeveer eind eh, 2022 is dan een voorstel gekomen van de UCI. En dat is eigenlijk onder het mom van, als je deze aanvaardt, is het opgelost. Dan kunnen we verder en dan kun je uitkijken naar een comeback. En mm -hmm. dan, uh, en, maar dat was een voorstel van die twee jaar. En toen was het voor mij nog altijd van, kunnen nu twee jaar gestraft worden voor iets wat je niet misdaan hebt? Dat, is toch, dat, dat kan er toch gewoon niet ja. in. Um, dat voelt onrechtvaardig, hè? Daar. Ja, het is, dat, het is dat. Maar dat was nog niet echt een uitspraak van uitspraak. Dat kunnen je eigenlijk gewoon zien als voorstel. Ik heb dat voorstel niet aanvaard. En dan ging er gewoon heel de reute met uit in gang gezet worden van, uh, van heel die rechtszaak, zou ik maar zeggen. En toen had ik zoiets van ja, dat gaat die binnen de drie maanden nog niet opgelost zijn. Ik ga werken. Um, dat was een interim, um, iets meer dan een halftijds uh, sportleerkracht. En we zullen met Pasen wel zien. En als ik dan mijn koersen dan ga ik naar die school. En ik zal wel zeggen: sorry, uh, ik kan niet meer terugkomen met pa na Pasen. Maar Pasen was al lang gepasseerd en ik had nog altijd geen nieuws gekregen. Dus uh, uiteindelijk, het eind van het schooljaar, nog altijd geen nieuws. Aan het eind van de zomervakantie, dan zeker, augustus 23, is dan eigenlijk pas de echte uitspraak gekomen. En dan zeg ik nu wel, het is toch wel goed geweest dat ik op school ga werken, hè, want dat gewoon te lang blijven duren. En dat ik dan altijd nu eentje samen met mijn hond thuis zit. Dan, uh... Maar ik kan me voorstellen dat dat voor je mentale toestand eigenlijk goed is om zo wat afleiding te hebben. En ik ook vaak wielrenners of profsporters die gaan studeren ofzo nee. naast hun profleven, om niet al die indruk enkel op dat fietsen te hebben. Ja, nee, dat klopt ook inderdaad. Uh, het was iets nieuws, want ik had wel de lerarenopleiding gedaan, maar nooit voor de klas gestaan daarna. Dus dat was. Ik ben al tien jaar geleden zeker. Dat ik, uh, dat ik voor een klas had gestaan. Begint er maar aan. Uh, dus dat was wel even uh, een shock eigenlijk. Maar wel een, een uitdaging ook wel, om het ja. wel tot een goed uh, einde te brengen. Dus, uh, ik heb er achteraf gezien geen spijt van. Maar ik moet nu ook niet zeggen dat ik het de eerste twee maanden leuk vond. Het was wel heel vaak tegen mijn goestie dat ik naar daar vertrok. Ja. Misschien ook wel echt gewoon een beetje ja, uit dat wereld zitten. Want als, als, als wielrenner zit je toch ook een beetje in je cocon en dat je ook ziet dat er, dat er daar, daarbuiten nog een leven is en, en hoe dat eruit ziet. Dat dat, dat dat ook wel niet slecht is om, om dat eens ja, te ervaren. Ook richting de toekomst nu, denk ik. Dat ik wel weet wat een euro waard is, maar dat ik ook weet wat andere mensen daarin in dag gaan doen. Hè. Ja. Eigenlijk als renner. Ja, van de morgen moest ik nog eens vroeg opstaan, maar ik moest lopen voordat ik naar hier kwam. Maar eigenlijk, sta maar op wanneer je wilt. Hè. Ja. Je kan maar fietsen wanneer je wilt. Hè. En trainen je in de voormiddag of in de namiddag? Niemand had er iets van zegt Maar als je leerkracht zijn, moet je wel je leerlingen om half negen op de speelplaats ophalen en in midden de, de sporthal gaan. En PA iets aanleren. Uh, ik had dat dus een aantal jaren niet gehad. En misschien wel eens goed dat ik dat nu nog eens heb gedaan. En, uh, en zien wat het echte leven eigenlijk is. En als dan. Op vlak van uw job en op vlak van uw uh, van van werk en zo. Maar ik um, ben ook eens naar de kermis geweest deze zomer met mijn maten. Ik heb ook eens op café gezeten. We, zijn paddelen, we gingen vaak padellen en zo. Iets wat ik als er, uh, in mijn carrière als renner nooit niet zou doen. En het was toch ook wel eens leuk eigenlijk. Of, of, of interessant misschien om dat ook eens een keer mee te maken. Ja. Gaat het sappen? Ja, 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 nee. <laughs> ging ook vooral een pintje achter. Zo. <laughs> ja, dan snap ik het. Ja. Uh, ho Hoe lang is het? twee jaar? Ja. Um, ik heb wel een paar keer vergeleken met Shari Bossart, die mm -hmm. nu ook, ik uh, ben ja, nou, hetzelfde hè? meemaakt. Um, Zij heeft de uitspraak al wel uh, een langere tijd geleden gehad. Um, bij mij is de uitspraak pas na anderhalf jaar gekomen. Laat ons zeggen dat ik een klein jaar hoop heb gehad. Morgen bellen ze en ik kan terug verder gaan. En daardoor is dat eerste jaar wel echt vooruitgevlogen. Maar dan is het trager en trager beginnen gaan. Um, dat, dat tweede jaar valt ook nog op te delen eigenlijk in drie periodes. Eerst dat lesgeven uh, tot, uh, tot eind van het schooljaar. Dan heel de zomer tot oktober zou ik zeggen, zo'n beetje bezig zijn. Um, maar dan vanaf oktober uh, echt wel een serieuze voorbereiding terug richting crossseizoen. richting die week. Oh. <laughs> en, uh, die... Uh, dat laatste begon echt, duurde echt traag. Uh, die dagen die, die gingen niet vooruit. En ik was op straat ook beginnen aftellen te zo'n dagen, dan ging het nog trager precies. En ook uh, okay, al mag je dan alleen nog maar bezig zijn met ik doe vandaag mijn training. Daarna ga ik rusten. Ik doe niks meer vandaag, want, want alles in teken van die cross en die training. En de dagen duurden echt wel lang dan. En dan dat je maar één training doet, was op een dag ook die training, twee, drie uur trainen en wachten, wachten, wachten op de volgende training. Um, ja, je kunt naar je vader gaan, en een gewoon plakken. Uh, eh, ik wil zeggen, alles mm -hmm. voorbereiden van je materiaal en je dingen allemaal. Maar vanaf wat die erop hangen, is dat ook weer al gebeurd. En dan kun je je fietsen nog eens allemaal op dezelfde maat zetten. Maar vanaf wat, Ja, het was echt zo zoeken. De afleiding. Kan ik, kan ik niet nog iets doen om. om om alles in orde te maken. nu is alles in orde en is het maar gewoon wachten totdat hij. was het, 17 februari? 17 februari, ja. Dus uh, het laatste duurde eigenlijk nog het langste van al. Het eerste jaar ging supersnel en het laatste, de laatste twee, drie maanden ging echt wel, uh, wel heel traag. Uh, Keek je zelf naar de crossen? Ja, ik heb geen enkel cross gemist, denk ik. Of ik ze gemist had uh, in de week toch altijd teruggezien. Uh, en dat is waarvoor ik ook wel. Waarmee ik ook wel gemerkt heb dat ik echt een crosser ben. Dat dat gewoon mijn ding is. Ik heb altijd nog wel iets in mij gehad: van ja, zijn, lijkt me ook wel iets. En ik zou het ook wel graag doen. Maar ik heb heel veel wegkoersen niet gezien. Of zelfs de uitslagen nog niet gezien. Maar crossen heb ik geen enkel gemist. Dus no. dan weten wat je passie is, denk ik. No. Uh, we hebben afgelopen winter evenveel crossen gereden. Uh. <laughs> <laughs> ik heb er ook twee gedaan. <laughs> ja, ik heb ik twee en drie rondes. Dat is waar. Uh, ja, ik was dat, ik heb dat Als ik, als ik uh, junior was, heb ik, heb ik nog even geen cyclocross. Ik had even vergeten hoe, hoe moeilijk dat, dat is. cyclocrossen. omdat... Um, ja, ik krijg dan die gravelcoursen. En zoals ik zeg, dat, dat, dat weet hij niet al. Het was een zot parcours, heel technisch. Dus ja, bij mij is het dus al de fiets. Dus je zet daar crossbanden op. En je denkt, ja, oké. Okay. Um, maar ik, ik verschoot er echt van. Hoe, hoe moeilijk dat, dat was, en zeker, ik heb dan in Vilvoorde gereden, dat was uh, ja, een combinatie van schuine kanten. Uh, dat is echt... Ja. Dat is, omdat dat, die band, die, uh, dat is echt heel smal, hè. dus ja, ja. Je, hebt, je hebt heel snel ja. je fiets eigenlijk niet onder ja. controle. Ja, dat is één van mijn grootste schrikpunten wel geweest richting die comeback, want je kunt wel in lichtaard gaan rijden op een Florea ja. waar, of in andere bossen, of, of gewoon op een grasveld rond Keiootjes, noem maar op, ik heb dat allemaal <laughs> gedaan. Maar het is toch nog iets anders om op een parcours te rijden wat volledig kapot gereden is. Waar je elke tour van fiets moet gaan wisselen, gelijk in Brussel die cross, dan moet je elke ronde van fiets wisselen omdat je vol modder hangt. Ja. Ja, dat zijn dingen, dat kun je op training niet doen zo'n vettig parcours, waar het zo slecht is, dat, dat kun je niet op trainen. Uh, dus daar had ik wel schrik voor, en dat is eigenlijk in Sint-Niklaas vrij goed meegevallen. Ja, oost was zou ik ook zeggen dat dat goed is meegevallen, maar het is wel geëindigd met een valpartij, dus misschien dat er een beetje met te maken, ook zou kunnen. Maar in nee. Brussel had ik tijdens de verkenning echt een ei in broek. Al die schuine kanten dat, waar je vrij snel komt aangereden. en waar je vanaf dat je erin rijdt niet meer weg kunt. dan is het zien dat je hem haalt. of beneden in het, in het lint vliegen. Was er ook een afdaling, met zo nog wat aan dropken en dan beneden op een asfalt draaien. Ja, ik, ik had gewoon echt schrik op dat parcours. Maar als je er dan vijf, zes, zeven rondes op gedaan hebt, die laatste drie rondes. kom je weer wel in die flow en je rijdt je tempo. en dan ja. ging dat wel beter. Maar. Uh, maar dat is wel een, ja, wat je zegt. Het is, geen, het, is, het is fysiek belangrijk die sport, crossen. Maar als je technisch niks kunt of niet mee kunt, kun je ook gewoon echt niks gaan zoeken in de crossen. Nee. Bij, bij mij ook op, dat, op, dat, op die, die twee kleine crossen dat ik gereden heb, zo ook uh, alle clichés van de cross bevestigd. Zijn één dat dat keizerwaar is voor je rug. Hij, die fietst altijd op je ja. rug en op de deur. hebt de deur voelt dat echt in je rug. Terwijl ja. Ik, ja, Ik heb echt wel, 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 wel een goed getrainde ja, ja. core stability. En, en, ja, ik zou zeggen, zeker als we moeten lopen af en toe, dan voel je dat echt ja, in uw rug en je uw heupen. Enzo, dat zit allemaal stram en vast. Maar ah, je zou ook nog kilometer loopt die af. Ja, ja. ja nee, vol, het is vooral denk ik om die altijd op, uw rug, op uw rug of, of, of ja. je rug uw Of dat je loopt zelfs al duidum, ja je, je doet altijd een beetje schuin of zo. Uh, het is ook altijd vol een bak. Allee, het is, het is altijd... Je zit nooit op je gemak. Hè. Het is een uur. Ja. Ja, ja, ja Dat je het ja. uit de naak kan trekken. wel hoe een bocht moet just zijn, als voluit optrekken na die bocht, als zo laat mogelijk remmen voor die bocht. Alles is gewoon, moet maximaal en juist gebeuren. Ja. En dat is gewoon een groot verschil met, met wat een wegkoers eigenlijk is. Hè. Dat is wachten, wachten en dan op een bepaald moment moet alles juist zijn. Hè. Ja, maar ook zo. Ik vond het verschil met een gravelkoers, met een heel technische gravelkoers, vond ik ook echt dag en nacht, ja. omdat daar rijden ook met iets bredere banden. Ja, daar, heb je, daar voel je je schuiven in een bocht. Maar ja, ja. Dat is, hey, ik weet in die op de verkenning, uh, omdat er al veel mensen op rijden, dat is echt zo'n diep spoor. Maar dat je dan van in de mountainbike, dat is smal dat spoor. Ja. Dus, en, je, en je rijdt daarin en dan is dat, ja, je moet dat volgen of je wordt daar zo uitgesmeten. Ja, dat je gewichtjes zit en je zit in dat spoor en je hangt juist, dan kun je niet uit een spoor. Dan is een spoor het beste waar je kunt eten. Ja. je gewicht. Overheld, het spoor gaat naar links bijvoorbeeld en het gewicht is te veel naar rechts, ja, dan zit je in dat spoor en dan kun je het niet halen, dan kippert het natuurlijk wel om. Dus, dus die, die eerste vier, vijf keer dat ik dat deed, vond ik dat, allee, vond dat ja. zoiets zo moeilijk uh, om dat recht zo, ja, dat, en, je, raakt met, je kunt dat eigenlijk met heel hoge snelheid daardoor door die bocht vliegen. Um, ja Dat je je vermogen niet kwijt kunt, ja. dat, dat vond ik ook echt wel. Oh, dat was wat ik in Brussel heel hard merkte. Ik had daar die cross gereden en dat duur was om. En iedereen zei: Ah, oh, vierde, goe. Maar ik had zoiets van: Ja, oké, okay, vierde. Maar ik was van de minuut en acht. Ik denk dat het was achterop uh, Michael denk ik, gewonnen was. Ja. Ik, ik, en ik had ook precies, ja, ik was wel moe. Maar ik, had me, ik was niet voluit gegaan. Terwijl de dag daarvoor in sint klas was, ik tot een gatje. En misschien zelfs ben overgegaan. erover gegaan. Dat was echt zo hard dat ik kon maar in Brussel niet, gewoon omdat ik mijn, mijn kracht en mijn, mijn fysiek op dat parcours niet kwijt kon omdat ik soms gewoon te veel moest remmen en stukken te traag doen, waardoor ik alweer hersteld, ah ja, iets meer hersteld was richting de volgende zware strook en dat dus, klinkt nu misschien wel belachelijk of zo, maar ik was eigenlijk een beetje teleurgesteld na Brussel dat ik gewoon een minuut en nog achter was terwijl ik terwijl ik wel vierde was, maar zo'n parcours moet ik eigenlijk gewoon veel korter op de eerste kunnen zitten. Ja, want je, je eerste twee crossen, twee keer vierde, direct terug Top 5? alleen ja, wat, wow, ja. wow. alleen wat wow, wel ja. chic was natuurlijk. Ja, hè? Ja. ja, dat is wel zo. Dat zomaar anders kunnen aflopen, oké. Okay. Ja. Zeker als je al er al van achter moet beginnen. Je zou het achter valpartijen kunnen zitten. Ik heb daar drie keer geluk in gehad. In onsmaal zelfs kopstart Dus uh, dat is eigenlijk wel. Uh, dat geeft me wel vertrouwen richting volgend jaar. Dat wel. En zeker met meer en meer terug te gaan crossen. Wat dat technisch ook wel in orde komen. Um, maar ja, ik zeg het, in Brussel een minuut en acht, Daar was ik eigenlijk niet goed van. <laughs> te... Toen dacht ik echt van waar moet ik nog een minuut en acht gaan dichtfietsen? Als ja. je dan die cross-rue bekijkt, dan zie je wel, oké, okay, in de eerste ronde pakken je al 20 seconden, want daar valt iemand en we zitten er allemaal wat achter. We uh, waren er al twee weken dan. Ja, dan moeten we zo beginnen kijken eigenlijk. Het uh, was ook niet uit je eerste kostens in de klas? Uh, dat was. Dat was uh... Een exact kos waar eigenlijk nog eens uh, waar we naar uitkeken en zoiets van uh, goed dat op tv zat de toon komt terug. Oké, okay, je, je doet dat dan supergoed, goed, valt juist in de laatste rechte lijn, denk ik, van het podium. Maar dan uh, hadden we dan ook niet wat decompressie, want voor een dag nadien in Brussel? Of, of... Nee, eigenlijk niet, want het was slecht weer. En als het slecht weer is dan net een toon altijd veel moraal. <laughs> Uh, en omdat ik ook dacht, die cross gaat me wel beter liggen dan Sint-Niklaas. En het is in Sint-Niklaas al zo goed gegaan, dus uh, dat gaat hier in Brussel nog beter zijn. Ja. Maar ik zeg het, ik ging dat verkennen en dat was echt. Dat was er gaan veel nieuwelingen zijn geweest die beter naar die schuine kanten naar beneden rijden dan dat ik daar op dat moment in de verkenning uh, rondom het rijden was. Ja. Op dat vlak is dat echt een moeilijke cross. Vroeger ook al, we hebben daar een paar keer gereden dat dat bevrozen was. Nou, dat is geen gemakkelijke cross daar op de VU. Nee. Maar, uh, ja, ik raad u toch aan om eens veel voor te. Volgens mij is dat echt... Van, 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 <laughs> allee, daar heb je gewoon zeven schuine kanten en ik denk dat de het zoete mij nog een bericht sturen En ik zei ook van... Maar met die schuine kanten, zo, dat je zo half aan het pikkelen zit op je fiets, dat kan toch ook niet de bedoeling zijn van cyclocross? Nee. Dat, allee, dat was echt zo... Ja. We hebben in Niel zo eens gereden dat is uh, daar, uh, daar ook heel veel schuin kanten naar ingestoken. Dat op Lust waar je beter ontlopen eigenlijk. Want die sporen worden op een gegeven moment ook zo diep dat je wiel komt daar wat in vast te zitten eigenlijk. Ja. Oh. En dan kun je wel zo steppen en pikkelen en doen. Maar ja het stapt dan af en, ja, maar... en dat is natuurlijk ook te veel want geweest dus, uh... ook moeilijk om de schuine kant is om om te lopen natuurlijk kun ja, je ja. niet wat kant je afstapt dat je wel iets beneden kunt of boven kunt dat is ook wel een verschil. Omdat ja, ja. je afstapt en dat is een schuine kant dat is ook diep dat je meestal ja, ja, ja. eraf springt natuurlijk dus, uh... en voor je enkels is dat ook wel belastend dat je dan afspringt en met die schuin maar ja ja Dat is ook cross is De ene dag ben je met schuine kanten bezig, in Sint-Niklaas ben je met zand en heel snelle stroken bezig. En ja, dat is wat me wel interesseert. En wat ik gewoon ook, wat we net zeiden, ik heb twee jaar lang die crossen blijven volgen omdat dat nog is wat ik wil zien. Zo. Vandaag krijgen we ook een zandcross. Oh, maar het is keislecht weer. Het is zand en het is zijn slijkstroken in, uh, op die grasstroken. Dat is zo ja. Dat vind ik wel altijd wel aantrekkelijk in, uh, in wat de cross is. Ja. Op dat gebied heb je wel een zwaar seizoen gemist, natuurlijk. Qua regen. Dat ligt me normaal wel goed. En het is nog nooit zo vettig geweest, denk ik, deze jaar. Het komt terug, die tijden. Hoe voel je het om nu de zomer te kunnen ingaan? Met de wetenschap van ik kan gewoon terug wedstrijden doen. Ik kan gewoon in oktober, eind september, begin oktober begin ik terug te crossen. Die crossen geven me wel vertrouwen om daar nu een goede zomer van te maken. Als ik nu nog eens een goede zomer draai met wat goede wegwedstrijden en goede stages hier en daar, dan kan het niet anders dan het volgend seizoen. Dan sta ik terug waar ik altijd gestaan heb, denk ik. Maar ik heb wel voor wegkoersen dan bijvoorbeeld, ik heb meer dan twee jaar, want mijn laatste wegkoers was de GP Jeff Scheris in 2021. Het is een lange tijd geleden ja. dat ik nog in een peloton heb gefietst, hè. dus we zijn in 2024 ondertussen. Dan uh, heb ik ook wel een beetje uh, spanning, zo, maar gezonde spanning, denk ik, van oh, wat gaat dat geven, hè, terug in een uh, peloton fietsen? Want uh, zeg je nu zelf, als je naar de, naar de koers kijkt op tv, dan denk je toch vaak, oh, doe dat zo en ik kan dat beter en doe, hè, dit en dat. Mm. Maar binnenkort rij ik er terug tussen en ben ik toch al bewijs. <laughs> dus, uh. ja, ja. Ik, ik, ik kurs nu nog af en toe zelf. Dus ik, af en toe word ik dan zo goed met die voeten op de ja, grond gezet. Ja, en ja. Bij het, bij, ik had dat vooral bij het veldrijden. Dat was echt nog eens nodig: dat je dat zelf voelt van hoe, allez, hoe moeilijk dat, ja. dat is om om, uh, allee, om dat met, met meer bewondering of zo naar te kijken hè, in, in de week de de wires en zo ja, dat is dat is kloterij, hè, wires ja. dat is, is gewoon om te zien op tv maar in echt is Ar dat Ar uh, heeft er de op een gegeven moment een gat dicht vergewicht van ja hey, van Ar de, de ene wire naar de andere Dan denkt je oh maar sterk maar het, het is niet gewoon sterk hè. nee ja. het is, zot hè, je <laughs> doel, hè. Ja, ja, ja. dat kan normaal niet hè. dat zijn wat <laughs> die dingen en ze als een tijdje ook over de in de winter dan vaak discussies of oh, erover gesproken dat ik zei van jongen hoe slecht waren we nou weer weg? en, en, en zit u daar toch tussen en, ja maar zo gemakkelijk is het niet ze zegt hem of oh, je sprong niet over die balken wat doe je daar niet oh, en dat is ook wel zo het is allemaal niet zo gemakkelijk dan het op nee. tv lijkt hè. nee Zonk nee het nee dat was ook niet ja weet je wat uw eerste wegkoers wordt uh, ja uh, we gaan een kleinere kermiskoers doen houthalen hellig eerst ja, ja. Uh, GP Maarten Wijnands is dat denk ik ja en dan uh, als was zo wat twijfelig gaan we die doen of niet, maar de volgende wegkoers is een Antwerpport Epic. Oh ja, okay. ja. En dan denk ik dan toch wel, zoals Stefan ja. in het peloton uh, teruggereden heb, voordat ik daar aan de start kan komen. Ja, en dat is ook met gravelstroken. Dat ja, is daar rond Stabroek en zo allemaal. En uh, de haven en zo in Antwerpen wat gravelstroken. Dus dat gaat serieus vrienden worden en zo. En daarmee hebben we toch gezegd van die koers, uh, houdt al heel echter ook al wat te doen. Ja. Dat je toch al wel eens iedere keer terug uh, in het peloton hebt gereden. Maar ik ja. denk wel, in de jeugd ook veel in het peloton. Ik denk niet dat je dat echt verleert. Ik denk dat je dat heel rap terug gewoon gaat zijn op Ja, pelotonkoersen, dan. Ik denk dat ook wel, maar het is sowieso wel de eerste wegwedstrijden dat we altijd doen. Wij komen er als crosser altijd in wanneer de wegrenners al heel ja. veel wedstrijden gedaan hebben. Die, kunnen al, die, die weten al direct weer wat dat meteen naar wij erin komen. Doen die alsof het dat allemaal niet veel verstelt in de peloton. Is dat vaak toch even van wow. En het zal nu zeker zijn nu hebben we 2,5 jaar later zijn. Dus. Ja. Maar dan is het weer wel goed van zo'n koers te doen. Het zal misschien af en toe heel hectisch zijn richting die gravelstroken, maar daar zijn wel graf, uh, zware koersen nog. Dat gaat nog wel uh, verschil worden gemaakt en op den duur gaat het daar toch in een groepje komen waarschijnlijk. Of, of gaat dat toch wat uitgedund geraken. Wat maar... beter is dan dat je op de nice pijl met 150 mm. ineens die laatste ronde niet moet gaan en, en, en risico's kan nemen. Ja. Ja. Bij die gravelkoersen gaan nu ook al wel genoeg peloton. Ge allee, ge ga ook genoeg verringen zijn ze. Ja, daar. waarschijnlijk wel. Dat gaat, gaat u al wel vertrouwen geven naar die naar de, naar de eerste ja. ja. ben ik wel zeker. Uh, tijdens uw schorsing gaan ja, ze altijd blijven trainen. Maar zeiden altijd even hard blijven trainen. Of hebben op bepaald momenten toch even losgelaten? En, uh. Ja, hoe moet ik het zeggen? Zeiden zijn, zijn fysiek Gezeld. even wat minder geweest? Uh, je Gedurende die twee jaar? Ja, op de weegschaal het cijfer 8 een paar keer. en ah. Dat was eigenlijk uh, toen ik aan het lesgeven was. Toen huh. heb ik echt wel minder getraind. En toen fietste ik zelfs ook gewoon niet meer graag. Het was echt niet meer leuk. Ah, ja. Mensen zeiden ook van, waarom reed je niet meer de fiets naar het werk? Aan de school, dat was 7 kilometer of zoiets. Ik had echt een degoe van die fiets. Ik ging eigenlijk na school dan ook tegen mijn goesting een beetje trainen. Ik weet niet, ja. Dat was echt, ik vond dat weinig. Want was... Maar misschien omdat het wat uitzichtloos was nog op die moment. Ja, ook wel denk ik. Ja. Want ik had voor mijn eigen toen zo'n schema gemaakt dat ik elke week zou doen. Maar ik wist mijn lesuren. Elke maandag was hetzelfde. Elke dinsdag altijd hetzelfde. Ik zei dan, kijk, het kan ik dat nog doen. Dinsdag is dat. Blablabla. Um, maar na twee weken was ik dat al. Dat ging niet. Ik kon dat niet volhouden. Het was toen ook een periode ook slecht weer en zo altijd. En, ja, het was, het was niet leuk. En toen uh, heb ik van mijn vorm wel veel verloren. Maar tot dan eigenlijk, dus het eerste jaar zal ik maar zeggen, ben ik altijd wel echt bezig gebleven. Ook met uitzicht hè? van, ja, dat is wel het gebied en ik mag terug beginnen. Dus het was wel echt professioneel. En dan een half jaar niet, zal ik zeggen, het tweede deel van dat schooljaar dat ik dan lesgegeven had. Um, en vanaf de zomervakantie weer terug. Uh, maar dat was nog op mijn eigen. En vanaf oktober heb ik dan uh, met Erwin Borgonjong gaan samenwerken, nieuwe trainer. En dan was het wel echt uh, nog een paar tandjes hoger. Mm. Mogen we, mogen we als uh, geschorste renner een fietsvergoeding krijgen van het Dat dus? <laughs> is dus in principe ook geld verdienen met fietsen. Ja, <laughs> dat is wel een goede vraag. Ik heb er nog wel pakken voor te lachen gezegd: van, al, en dan ben ik ook uh, geld van het verdienen per kilometer ik doe. Ja. Ik weet niet wat dat meer of minder was dan ik hoefde, <laughs> maar was dat 23 cent of zo? Ja. Um, maar ik zeg dat, ik deed dat niet graag meer, met een nou, gewone fiets. Zo. Dat heb ik zelfs niet, dus was dat was dan met, met zo'n damesfiets die dan nog thuis stond met schoolballen, stompen. Ah, echt niet leuk, echt, echt ja. niet leuk. Maar ook gewoon, je rijdt maar, dat, ge, ge, ge hebt, maar dat, dat is niet efficiënt. Je ja, trapt daar eigenlijk relatief hard op zonder dat je echt ja. vooruit gaat. Nee, want aan uh, het einde van het schooljaar waren er veel klassen op stage. Dus dan moest ik vaak zo'n middags maar eens twee, drie uurkjes of zo wel eens geven. En dan pakte ik gewoon mijn wegfiets mee, gewoon kleren aan. Dat bood dan toch al iets beter. Dat <laughs> was het ook weer wat beter. En zo, dat was dan terug iets meer nodig om dan toch uh, met de fiets naar daar te rijden. Maar eigenlijk ja, belachelijk, hè, want je doet elk jaar 30.000 dus kilometer op training misschien. Maar dan over die zeven kilometer naar Hoogstraten en, en s'avonds terug. Dat vind dat dan niet leuk of dat doe dat dan niet. Als je geschorst zit, je mocht ook bijvoorbeeld geen, geen georganiseerde... Nee, je mocht niks, niks georganiseerd nee. van sport doen. Hè? Nee, dat was ook iets dat een advocaat ook al direct zei die in de eerste dag. Zelfs een wandeling van de gezinsbond is een georganiseerd evenement. En in de Vlaamse antidopingdecreet, of hoe noemt dat dan, daar staat in dat je echt gewoon niks van georganiseerde evenementen mocht meedoen. Dat is geen toertocht, dat is geen straatloop, dat is geen pingpong toernooi. Dus onze Zugclub Ultra hadden ook niet nee. mogen aanwezig zijn eigenlijk. Je kunt niet dat wij georganiseerd genoeg zijn. Ja, maar, ja dat is dan op een gegeven moment stel ik me de vraag. Heb ja. jij ook aan Delveld reserveerd? Uh, ja, dat is ja. via die app. Je kunt daar een stand op in geven. Ja, waar we natuurlijk aan het doen, hè, met hem al net tegen elkaar. <laughs> ja, ben ik nu een georganiseerde sport aan toe? Ja, of nee? Ja. Ik denk nu ook niet eens dat ze daarover zouden vallen of over zouden beginnen zagen. Maar stel nu dat ik een straatloop zou meedoen en je, je loopt daar wat deftig, dan kan er wel commentaar komen, denk ik. Misschien ook van je tegenstanders op dat moment. Dat dat iets is wat niet zou kunnen. Ja, inschrijven onder een andere naam. Toen, Francesco. Francesco Del Ponto. Ik dat verhaal? Nee. Frank van den heeft de en heeft tijdens een schorsing. Nee, ik denk niet dat dat tijdens een schorsing was, maar dat was gewoon als die al gestopt was. Ah, ja. Heeft oh. hij zo in Italië een koers meegeregen? Een ingeschreven mee onder Francesco Del Ponte. Ja, ja. Met een foto van Tom Boonen op zijn, op, zijn op zijn vergunning, denk ik. Daar. Ja, onder theaard zou ik kunnen koersen. Ja. Ja, dat is, <laughs> ja, dat is waar. Uh, lopen? Ja, je zei dat net al, ik ben gaan lopen deze morgen. Hoeveel loopt je op dit moment als crosser? Um, twee keer in de week altijd. In de voorbereiding, in de voorbereiding. In het seizoen, die week <laughs> heb ik ook twee keer in de week nog gelopen, denk ik. Of misschien toen één keer, maar uh, al ja, twee keer in de week. En dan zijn we nu ook weer aan het doen richting uh, alles wat er komt. Uh, een half uur, kun je, zeg maar, tot 40 minuten, 45 minuten soms. En veel meer, niet. Oh. En zwemmen? Je hebt ook gezwommen, zeg je daar ja. net. Ah, wel, uh, die donderdag dat ik aan het lesgeven was dan. Elke donderdag had ik op een gegeven moment een gat van twee uur, omdat er ook een klas op stage was toen. Uh, maar ik moest dan s'avonds bij de bus altijd nog bewaking doen. Je kent dat wel. En, uh, met een fluovesje? Met een fluovesje en zo'n bordje en iedereen in doog uh, Dat ze geen sigaretjes roken en zo, kent dat. Uh. <laughs> dus, maar dat was twintig minuten dat ik daar moest staan. Ja, dat was dan ook stom om dan twee uur naar huis te rijden, terug te komen voor twintig minuten en terug... Uh, Um, maar in Hoogstraat is een zwembad, de Sportenwaas, dus dan ik daar ben ik maar altijd aan zwemmen. Dan uh, kwam ik een grote concurrent, een collega, ik weet het niet, nog tegen. Hè? Geert Lorijs, ja. dat ken ik een beetje ook wel, iemand uit de streek ook, en uh, vaak met hem een beetje aan het zwemmen geweest. Ja, ik een goede zwemmer, denk ik. Geert? Ja. Zot, dat weet ik. Nee, ja, ik, ik heb daar eigenlijk nog nooit, no daar heb ik nog nooit in elkaar gezwommen, denk ik. Dus ja, ja. Uh, dat, weet, dat weet ik eigenlijk niet. Als ik hem zag zwemmen, was dat redelijk indrukwekkend eigenlijk. Uh, ik heb altijd veel gezwommen vroeger. Met de, met de lerarenopleiding hadden wij wel wat zwemlessen. En dan uh, daarvoor had ik LOD in het secundair hadden we ook heel veel zwemmen. Om de twee weken gingen wij zwemmen. Dus veel gezwommen. Maar uh, als je dat dan jaren niet hebt gedaan, was dat toch eventjes terug. Uh, Oh ja, zo moet de krauw, dat marcheert zo. En dat waren de aandachtspuntjes. Zo, en, ja. en dan kijkt opzij naar uw baan, en dan komt de Geert er weer al voorbij gevlogen. En dan. Je, je lijkt nu niet in dezelfde baan. Nee, dat ging niet. Je moest mij al afgenomen om veel lengte. Donderdag namiddag is dat zwembad bijna leeg daar. Ah, ja, Toen wat daar school was of wat bij jaar dat stonden stond er te dansen in het zwembad. Maar voor de rest niks, dus we hadden altijd een baan voor onszelf. Oh, en, en als de redders je dan tips komen geven van je moet wat meer zo doen of zo doen, is dat dan omdat het op niks trekt wat ja. je <laughs> Ik weet het niet. Dus de redders en de Geert hebben daar uh, wel wat geholpen en wat, uh, met, met mij bezig geweest ook. was wel leuk, ja. Nou, zijn geen ambities voor je eens een triathlon te doen? We hebben nu alle drie de sporten, dus... Ja, ja. Uh, ik heb altijd gezegd dat ik het precies een beetje saai vond, van te zeggen... Uh, we hebben net ook de beelden van de Cape Epic gezien. dat ja. ik kan kiezen: een Ironman doen of de Cape Epic doen. Ja, ik kies direct voor die Cape Epic. Uh, ik zie me later na mijn carrière meer richting zoiets gaan dan om nu uh, op mijn eentje een Ironman of zo te gaan afronden. Ja. Misschien omdat ik, ik loop al twee keer in de week, maar ik kan u niet zeggen dat ik door heel. Ik word er niet depressief van, hè, maar ik word er ook niet heel gelukkig van. Ik zo zeggen. Ja. Ik doe nou wat ik moet doen en dan maak ik het ook wel wat aan. En het, gaat, het gaat er met deur, is ook niet te lang en half uur of zo. Maar het is nou niet. Ik kan zeggen, nee, ik ga met een fiets om de naak hangen en ik kan alleen nog maar lopen. Daarvoor doen we niet graag genoeg. Ah, ja, okay. Ik denk ook, K-Pepik. Jij met je broer of met Daan Soete, je gaat wel direct een competitief duo. Ja. ja, misschien wel. Ik weet dat niet. Dat is ook weer zoiets. Je ziet dat, oh ja, dat ziet er makkelijk uit. Ja, ja, ja. Leuk, dat willen we wel eens doen. Maar misschien dat dat ook weer wel tegenslaagt, hè. Dus uh, Svenij en Sven, en Sven van Toen heeft mm. een lijst gedaan. En die zei, toch gaat dat ook niet van de poes was. Dat, ah, ja. uh, Well, Bobby, jouw zag je mountainbiken met een ex-winares van de Cape Epic? Ah ja, met uh, Arjan Luthi ja. in Zwitserland vorig jaar. Hoe viel, hoe viel dat mee? <laughs> ja, dat, was, dat was eigenlijk voor mij. Allez, ik voel me precies. Dat was, als je dat verleek, dat ik de eerste keer op, ah, ja, ja. op een fiets. Oké, okay, dat was mijn elektrische mountainbike. Ik had nog nooit met elektrische mountainbike gereden. Maar hoe dat die sommige dingen naar beneden. Ja, dat, op tv ja, ja. zie je nooit je stijl en hoe, hoe technisch dat, dat is. Ja. En ja, die, moest, ey, die moest vaak op een korte afdaling een halve minuut wachten beneden op mij. Ja, daar. Nee. Ik had ja. euh, toen het schorsing een half jaar bezig was, zeker in die zomer, dan was een tijdje op hoogte stage geweest. We sliepen boven op de pas op Op een gegeven moment rustte ik. We hadden al wat gezien van daar is een fietsenwinkel en daar verhuren ze van die mountainbikes en zo. Waar ze halve enduro mountainbikes komen oh, komen zo zien sowieso gaan huren. Heel een, dag in de lift, uh, heel een dag de lift in, naar beneden rijden en zo. En dan dachten we echt, wow, we zijn hier graven dingen aan het <laughs> je dan zag wat die echte downhillers ja. daar deden. Oh, oh, dat kun je niet voorstellen, denk ik. Daar moet je gewoon dag, uh, mee geboren worden. En ja. en elke dag. Maar ik denk ook, wij rijden te weinig op dat type fiets. Hey, ja. Ik heb nog nooit ja. met een endurofiets, een downhillfiets of een elektrische mountainbike gereden met zo'n grote veerweg. Ik verschoot ook wel op een bepaald moment als je dan gaat, hoe makkelijk dat je over ja, ja, ja. sommige dingen rijdt met zo'n brede banden, zo'n lange ja. veerweg. Dat... Je moet niet nauw kijken, hè? Nee. Je kunt eens een foutje maken of een ik het zeggen... Je kunt, uh... Terwijl als je gewoon bent van met een gewone cross-country fiets. Zeker, ja. ik heb ook nog nooit op een, een full suspension gegeven. Ja, je moet gewoon elke, elke boomwortel ja. door ruggen in je nek, <laughs> nek gaan. En, en met zo'n uh, Enduro fiets is dat gewoon. Als ja. ja, je zit vies op een luchtkussen, ja, ja, dan is een of zo. <laughs> wat, uh, ja. Het is ook een heel andere manier van sturen. Hè. Je, je moet eigenlijk in principe je fiets wat platter leggen en zelf, Allee, dat, is, dat is een dat is niet ja, zo, een techniek die, ook hè met die een dropper dan zo ja. ja ja, maar dat was wel eens een leuke afwisseling mm. ja, tijdens die We gingen hier is ah oh, samen dag altijd weer zo stijl als je dat <laughs> ja de rustdag was dat is dus niet uh, die fiets gaan huren. <laughs> maar Jan Schuurmans heeft toch ooit bij ons verteld dat hem um, zijn techniektrainingen vaak op een elektrische mountainbike doen omdat je dan ja, relatieve rust hebt in het klimmen, maar wel je okay. afdalingen kunt rijden. Ja, uh -huh. ja dat kan ik goed aannemen natuurlijk uh -huh. zal die fiets ook wel een paar keer zwaarder wegen is dat dan uh -huh. maar als je het dan daarmee kunt dan zal dat met een lichtere fiets ook kunnen zeker. af uh -huh. um, tijdens uw, uw twee jaar sourcing, de Jannik was altijd zo wel de man aan u zij alleen dat ja. uh, het was opvallend dat, voor mij liggen overal waar jij verscheen was de Jannik er ook ja dat is ook zo uh, die heeft daar toch veel ja. Tijd en energie ook in je was de eerste die hij bij mij was, dus ik heb hem en dan de ploegdokter gebeld toen ik dat bericht kreeg. En twee uur later denk ik dat de Jannik daar was. En ik denk echt dat de Jannik er nu niet was, dat de Jannik nu niet zijn ding had gedaan, gelijk had hij dat gedaan de afgelopen twee jaar. Dan had ik geen render meer gewist en dan had ik misschien wel gewoon niemand gewist dat alle dagen op café of zoiets, had, had zomaar kunnen. Hij heeft eigenlijk echt wel mij recht gehouden en mij uh, begeleid in heel dat proces. Overal met mij rondgereden. Maar nu is het uh, ondertussen een dag of drie, denk ik, geleden dat ik hem gehoord heb. Maar ik heb die gewoon in die twee jaar elke dag gehoord. Er zijn nooit geen drie dagen geweest dat ik die niet gehoord heb. Al was dat bellen of een sms' of no. samenkomen of samen gaan fietsen. Of, um, dus die mag echt wel een serieuze pluim op zijn hoed steken met uh, de manier waarop hij mij daarin begeleid heeft. Eigenlijk is het erg om te zeggen, maar nu, je zegt, korma, één keer om de drie dagen of zo, eigenlijk moet je zeggen dat is iets goed. Ja. En toen is dat... Ja, maar het is omdat mijn vakantie was ook. Ah, okay. <laughs> maar uh, nee, ik zeg het, dat is echt een van mijn beste maten geworden. eigenlijk. Uh, terwijl wij ook maar een puur zakelijke relatie altijd hadden, altijd wel goed overeengekomen en toffe gast en, uh, en goed meegelachen is ook altijd. Maar ze hebben die laatste twee jaar wel echt gewoon matig geworden. En mm -hmm. op een gegeven moment was er iemand in zijn gezin ziek. Dan zit ik daar ook echt mee in. En dan stuur ja. ik voor, uh, voor zijn dochter kunnen. Ik had ook een op, Dat hij in het ziekenhuis ook een krijgt, dat is, echt, dat, is geen, uh, dat is niet meer mijn manager alleen, dat is ook gewoon mijn maat. Uh, begin januari was hij drie weken op Calpe. Om daar naar alle ploegen te kunnen gaan. En had daar een huis gehuurd. En kon voor zelf te trainen. Ook wel. <lacht> ah. <lacht> maar Kon er eigenlijk zijn, zijn ding combineren. Hè. Ja. En, uh, alle ploegen zitten daar dan toch. Had ze een fiets mee. Als ah, ik ook tien dagen bij hem kon trainen. daar. Oh. En dan kom ik aan van training. Dat je mij een was gedaan, dan had je eten voor mij gemaakt. Dat en s'avonds nog iets eten of iets drinken, dat was supergezellig. En dat, is, dat is meer dan enkel met een manager geworden. Dat was chic. Ja, echt. En, en gelijk zijn we gezin ook en zo. Ja, hoe vaak hebben wij misschien nog om elf uur s'avonds aan het Bellen geweest en zo, um, die hebben dat wel, die vonden dat altijd wel oké. Okay. Ik was er misschien die van die schorsing wel vrij erg. Ja, erg ontoe, toe is nu, klinkt niet goed. Maar ik had wel echt iemand nodig, want ik wist mm. echt niet wat ik eraan moest beginnen. Mijn ouders ook niet. Maar, uh, niemand wist van. Ja, wow. niemand heeft dat al meegemaakt nee, ook, hè. Allee, dat... En, Ja, dat gebeurt ineens. Je bent zelf al emotioneel en zo. Maar je moet dan nuchter beginnen nadenken. Van oké, okay, stap 1. Wat gaan we doen? Naar die ploeg. Naar Maastricht, naar de universiteit. Die haaranalyses laten doen. Ja. Dat moet iemand voor u regelen. Want je kunt op die moment zelf niet nadenken. En je bent niet helder genoeg om dat allemaal zelf te gaan regelen. En dat heeft, heeft eigenlijk Deannek allemaal voor mij gedaan. Ja, hoe paranoïet ze dan nu voor uh, voedingssupplementen? Uh, ja, ik heb er echt. Melk uit Normandië. Uh... <laughs> ik heb er wel een beetje schrik van. Uh, maar ik kan ook niet zeggen dat ik er ooit risico's in heb gepakt. of niet mee bezig ben geweest. Dus ik kan ook niet meer doen dan hetgeen wat ik altijd gedaan heb. Um, maar houd je bijvoorbeeld, als je nu een voedingssupplement pakt, houd je altijd ene pot gesloten bij. Ah, wel, dus, ik heb toen het geluk gehad dat ik van alle supplementen dat ik toen op dat moment aan het nemen was. Of ik zal even anders zeggen. Het eerste werk wat wij we eigenlijk gedaan hebben, is een dagboek gemaakt die je 14 dagen terug gaat. Vanaf de positieve test 14 dagen terug. Want letrozole, dat product, zou 14 dagen in je lichaam kunnen blijven. Ja. En dan is dat begonnen. Oké, okay. uh, dat was dan rond het Belgisch Kampioenschap, denk ik, de eerste dag. Uh, Oké, okay, dan zijn we daar gaan eten. Na het BK, thuis gegeten en dan begin ik terug te zien in uw WhatsApp-berichtjes. Vanaf die dag op het BK, wat je naar iedereen gestuurd, foto's die je hebt getrokken. En ik kon een dagboek maken, benadert op de minuut waar ik gewist was van s morgens tot avonds met je woepak toen aan had, mm -hmm. kon je zien wanneer je wakker geworden en wanneer je gaan slapen zijn. Ik had gewoon een dagboek gemaakt, ik wist overal, elk moment van die twee weken waar ik gewist was, wat ik gegeten had, maar dat ook allemaal mijn kastbonnetjes dat ik had teruggevonden en zo, uh, en foto's dat ik had getrokken, uh, en van supplementen ook wat ik had genomen. Dus ik kon zo eigenlijk alles terugvinden, en ik had van elk supplement nog minstens één capsule of uh, een beetje poeier liggen, of een reep of een gelke van hetzelfde nummer liggen. Um, en dat was dus wel waardoor we alles konden laten analyseren. Natuurlijk zijn dat geopende potten. Ja, dus, moeten, maar we dus. gesloten. Ja, dus we hadden dan dat spoor gevonden. Moesten we wel van die nummer een gesloten pot vinden. Dan konden we dan de ploeg had nog potten staan gaan zoeken. Ja, er waren er nog een paar met dezelfde nummer. Dus dat geluk hadden we dan wel. Achteraf gezien heeft dat niks opgebracht. Um, maar nu doe ik ik gewoon van alles wat er binnenkomt. Ik heb een papier aangemaakt. Ik schrijf op. Uh, van waar ik het gehaald heb, komt het van een apotheker? Heb ik het, uh, is het een dorstlesser of zo wat ik van de ploeg heb gekregen? Of, uh, of komt het van uh, een webshop? Je, uh, ik heb het hier niet over een Chinese webshop. Nee, nee. Ik heb het over gewoon een Futurum Shop of zo waar je repen of dorstlesser of zo bestelt. Dat schrijf ik op, de nummers schrijf ik erbij, een batchnummer van, uh, van het product. Uh, Dan dag dat ik het de eerste maal genomen heb en de dag dat, dat de pot of dat dat, dat op was, zal ik maar zeggen. maar. Om nu te gaan zeggen, ik kan elk van elke pot twee stuks kopen, ja, dat gaat niet. Hè. Dan zeg je, dan is de drinkenbus, uh, waar ik op, uh, op de rij mee ga rijden, is dan 4 euro waard. Ja, ja. ja, Dat gaat niet. Nee, ga je dan, nee, 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 uh, want allee, het is, het is uh, als ik daar gewoon al bekijk, zo, bij, bij ons, wie hier te gast is geweest, uh, er zijn echt al veel mensen die daar hebben voor gehad, En als je dan denkt, ja, hoe kan ik me daar als sporter tegen wapenen? Mm. Ja, dan is denk ik wat een wat UCI aanraadt, is, is dat dat je ja. alles zoekt. Want dan denk je inderdaad, ja maar waar zijn ze mee bezig? En je moet dat dan twee jaar bijhouden of zo. En ik heb een Vlaamse professor gehad die er heel kogels is aangeschreven in het antidopingwereldje. Uh, uh, anti <laughs> en die zei letterlijk, als je op restaurant een stek eet, moet je daar een stukje afsnijden, meenemen en bewaren. Een half jaar of zoiets. Allee. Ja, sorry, maar. Waarschijnlijk moet dat dan ook op een bepaalde manier wel bewaard worden dat onmogelijk ja, dat is voor jouw model. Die zeggen letterlijk dat moet je thuis komen, dat invriezen en dat houden gewoon bij. En dan drie mannen smetten dat terug weg en, en zo. Maar dat is dan niet enkel op restaurant, dan moet je dat thuis ook doen. Ja, ja. Moet, want, ja. Met een stik van een beenhouwer of van de supermarkt kan dezelfde zijn als één in ah, een hmm? Dus. En dat is wat me nu wel bang. Maar die supplementen ja, die kunnen altijd vervuild zijn, want er staat wel uh, vaak een logo op dat ze dan uh, getest zijn. Die uh, badge nummers uh, zitten erop. die badge zijn dan getest, staat erop. Maar dat was bij die producten dat, dat ik van de ploeg gekregen dat ook het geval. Dus we dachten daar perfect veilig te zijn. Maar die zijn getest op anabolen en op stimulantia. Niet op letrozole en niet op al de rest. En zo is dat bij de meeste producten zo uh, te mogen vanaf wat ze op zoveel. Substanties ja. getest en die badge erop zetten, maar ze kunnen nooit niet op heel de dopinglijst testen. Ja, zo heb ik daar vroeger nooit niet bij nee, nagedacht. Nee, natuurlijk. Ik denk van, ik is veilig, want ik bestel hier een Vlaams merk en daar staat die een badge op en klaar. Meer moet ik niet doen. En, en achteraf gezien kan het daar fout gaan. En mijn grootste schrik is dat het gewoon in de normale voeding kan fout gaan. Ja, ja, het is dat. Het is dat, want je kunt dan, je kunt dan echt zo dat heel paranoïde en zeggen, ja, ik ga alles zelf kweken, maar je weet ook niet wat er in je bodem zit. Maar ja, en en wat dat er <laughs> dat je zelf een koe en zoiets moet gaan houden al je nou, allee, noem maar op ja. of, dat kunt worden dan, ja, dan zeggen, ja. zeggen zeggen, zeggen oké okay, uh, ik ga al mijn al mijn groenten ik slaap een plantje op ook van ergens <laughs> <laughs> En dan moet ook ergens op ah, je. ja want is, is maar ik moet wel zeggen ik heb daar schrik van ik had er vroeger geen schrik van omdat ik dacht dat ziet dat niet kan gebeuren en nu heb ik daar schrik van maar ik word er ook niet zot van. Het zo. okay. is niet dat ik nu echt uh, hier niet van dat glas water durf drinken. Of zo. Nou, maar, ik ja. heb hier wel voor een keer uh, van het glas water gedronken en het was al zijn. Dat is toch niet op de lijst, maar <laughs> de, de zijn wel... Nee, maar ik, ik kreeg die vraag ook bij uh, uh, Gerst Verhulst in de show. Daar mm. de tafel van Gert. zat ik ook op een gegeven moment. Ik kreeg ook die vraag. Ik zeg, ja, maar er net was het reclame. Hebben jullie iedereen zijn glas bijgevuld? Maar ik dacht, dan daar zou ik hier dan eigenlijk. Nu iets met hem, maar ik drink daar niet van. Want je zit hier met die fles aangekomen en die was al open. Dus niet dat je een dopper. Ik zie mm -hmm. dat je... Ik ja, kan wel... Uh, het is niet om, om, om iets verkeerds te insinueren, zeker en vast niet. Laat me even duidelijk zijn. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment heb ik een paar ploegentrainingen meegedaan. nog. Mocht ik mee op stage nog met, uh, met, met, met de ploeg van Trek Balois. En was dat wel iets in mijn hoofd? Ze komen tijdens de training drinkenbussen bijvullen bij iedereen. Ik ga niet als eerste. Laat ze eerst de rest maar vullen en dan bij mij. Ook al iedereen daarvan drinkt, van die dan ik, Waar ik echt absoluut niks verkeerd nee, mee wil nee. Maar En toen was ik misschien wel iets te veel daarmee bezig, omdat ik ze, ja. Ik vind je logboek dat drinkt. je bijhoudt van uw, uw podcast, vind ik toch ook al, vind ik <laughs> ook al indrukwekkend. Ja, ja. ja, maar dat is maar om het nooit ooit nog eens voor te hebben, om dat het je dan wat gemakkelijker te maken. Hè. Dan kun je dan gewoon teruggaan, tak, tak, tak. Die producten, die nummers, komt vandaar. Ja. Ik heb, dan, ik heb die regel nooit gesnapt waarom dat je... Dat je, allee, je wordt gepakt en dan, moet, dan, dan is dat zo wat de, de wetgeving daar zegt van ah ja, maar nu moeten we kunnen bewijzen dat je iets, iets, iets vervuild hebt ingenomen. Um, maar ik weet niet, iemand zei mij onlangs is van ja, maar als dat omgekeerd is, dan, dan zou je kunnen betrapt worden op EPO en dan moet, kunt jij zeggen tegen de, tegen de UC ah ja, maar bewijs maar is dat, dat ik EPO... Ja, ja. Goed. Ah, als dat omgekeerd is... Heb je geen, geen anti-doping-systeem, maar de, ja, die maar collateren... die haarstalen zoiets... Dat, dat zou inderdaad dan... er worden moordzaken mee opgelost en zo, en ik mag dat dan niet gebruiken. Ah ja, ze gebruiken het als oké, okay, je ja, hebt niks misdaan. Dus ik wou eigenlijk zeggen, kijk, de bron van de positieve test is een vervuiling. Dat kun je in de haarstalen zien. De regel eigenlijk zo zeggen, we hebben de bron van de positieve test gevonden, en dat is een contaminatie. En niet ze zeggen van het is een contaminatie, dus je moet de bron van de contaminatie. Want de bron van de contaminatie hadden we niet, maar we hadden wel de bron van de positieve test. Dat was een contaminatie. Maar zo bekeken zij het dan niet. Het is ook een plus, um, er zijn ook genoeg mensen die dat die daarvoor hebben en die, die die eerste 6000 euro al niet kunnen betalen. Die zeggen: ja, oké, okay, het stopt hier. Ja, we hebben dat vaak gezegd. Moest ons een thuis deze hebben voorgaat, dan had hij waarschijnlijk geen renner geweest niet meer nu. Ja. Uh, die in zijn carrière nog niet verdiend wat ik verdiend heb. En die had op, op dat moment uh, een iets minder seizoen gehad. Had, dan ook niet de, had waarschijnlijk geen ploeg meer kunnen vinden. Gewoon om, om twee jaar eruit en dan nog een ploeg kunnen vinden. Uh, het is een beetje een luxe gehad dat ik uh, bij wijze van spreken nog te kiezen had. Ja. Uh, dat zou in zijn geval niet geweest zijn. En, en dat kan dus, zo'n thuis is prof. Bij hem had het al heel moeilijk geweest, maar er zijn ook veel renners of sporters in andere sporten die helemaal mm. geen elite zijn, die het maar voor de fun doen, of jeugdrenners of zo. Misschien een heel talentvolle junior, dat dit meemaakt. Is het gedaan, hè. Dus, nou, dan moet uh, je eigenlijk al een beetje het geluk hebben dat Rutger Beke had, die je uh, door goedwil van een unief en wat professors die willen meegaan met hem, ja, ja. Uh, dat opladen. Ja. En zo heb ik ook wel wat wil gehad van advocaten bijvoorbeeld, die niet in volle pot hebben aangerekend. En zijn er hier en daar ook wel universiteiten geweest die niet alles volledig hebben aangerekend. Wat wel, wel een handige is, hè, want ja, op een gegeven moment beginnen te tellen. Hè, en dan uh, je telt alles op wat je al betaald hebt, aan alle kosten en dingen dat je, je hebt laten doen. En dan beginnen. Een minnetje te zetten met al het inkomen wat er niet meer binnenkomt. Als ah, ja. je startgeld, je loon op een gegeven moment dan ook eens weggevallen. Ja, dat is ferm sommige. Ja, dat... <laughs> nou. ja en dan je mocht nog wel wat spaargeld hebben, maar dan gaat het trappen. Ja, Allee, dat ging echt heel snel dan. Vooral ook omdat er niks binnenkomt. En wij zijn ja. ook een huis aan het bouwen en zo. Allee, dan, dat zijn allemaal... Ik werd toch wel af en toe wel van wakker gelegen. Ja. Wie is een idee was het om je aard te laten groeien? Um, Eigenlijk was het idee niet van dat te laten groeien. Eigenlijk was het gewoon, we laten die haarstalen analyseren. Um, dat is dan allemaal vrij snel kunnen gaan. Ik denk drie dagen later dat ik die resultaten had. Mm -hmm. uh, een professor in Straatsburg, Pascal Kins, uh, heel hoog aangeschreven. Eigenlijk, want er komen uh, atleten van, uh, van Amerika vaak over zelfs naar nou daar om die haarstalen te laten analyseren. Um, dus voilà, dat was allemaal in orde. Maar ik had zoiets van, ja. En binnen drie maanden zeggen dat dat mijn haar niet was, zeker. Ook al had hij ook een A- en een B-stal, dus daar is nog altijd een stal van mij bewaard. Maar ik hoorde het al aankomen. Binnen drie maanden komen ze af. Ja, je kunt wel zeggen uw maar dat is uw haar helemaal niet. Ik zeg, weet je wat, ik laat dat gewoon staan totdat die zaak opgelost is. Ja, we waren tien maanden later en mijn haar staat hier. Ik was echt een beetle geworden. Ze zag er echt niet. Dat was echt verschrikkelijk eigenlijk ook om ze rond te lopen. Maar ja, je doet het dan ook maar niet af, Want... Uh en dan zijn we uh, in december, dus dat was tien maanden later, zijn we nog eens een keer uh, denk ik, met Sarah naar Straatsburg teruggereden. Omdat we zoiets hadden: van laten we Sarah en haar ook maar eens een keer onderzoeken. Misschien is daar, valt daar iets in te vinden of zo. We hebben het een Thuis gewoon iets gegeten waar het zou ingezeten hebben. Uh, dus heb ik het nog eens een keer laten doen om te zien dat het in die tien maanden nog was binnengekomen. Dat was dan niet het geval. En dan Sarah om te zien of het bij Sarah, die heel lang heel lange haar, dus of daar ergens ooit iets was binnengekomen. was ook nooit iets binnengekomen. Um, maar dan heb ik het toch maar afgedaan aan die twee stalen. Ja. ja, het is toch ook een schone om is lang haar te hebben. Allee. ja. Dat is toch zo'n bucketlist. Zo bucketlist om je stemmen. Zo. Ja. later aan je kinderen laten zien van zie papa. Ja, het is daarmee. Ik heb ook uh, wat bijgehouden. Want ik vond dat zoiets. De kapper begon eraan. Ik zeg: knip er een nice een stuk af en uh, geef dat nice mee, dat ga ik naijs nice bijhouden. Uh, <tie> ja, dat is een verhaal dat erbij komt kijken, maar uh, het heeft me op dat moment echt wel veel, hoe uh, moet ik het te zeggen? Maakt, uh, niet gemakkelijker erop dat je zo rondliep. Want mm. het was ook nog eens waarom er mensen nog eens naar je keken: van, wat heet je naakt nou, met zijn haar gedaan? Oh, het, was, het gaat niet zo goed met hem toon. Ik heb uh, uh, de zomer van 22 is er een renner uit uh, bij ons, uh, nee, Want die Merksplas is verongelukt in Malmedy. Ik weet niet of jij mm. van gehoord had ja. een jong gastje. Uh, nieuweling was hem toen, denk ik, tweedejaars, uh, ja, tweedejaars nieuweling. Een supergrote fan van mij. Die stuurde vaak berichtjes. Ook zijn uh, koersverslagen stuurden hij naar mij door. of wat ik Keren had en dit en dat. En het laatste bericht wat hij naar, uh, naar mij heeft gestuurd was. Makker, wat heb jij met je haar gedaan? En dan twee dagen later is het dan verongelukt, Maar snapte we. Ja. Dat is, ja. De mensen zeggen allemaal van. Wat is dat nou toch met deze haar? Dus ik uh, was toch een optie dat het eraf was. En het zal bij mij niet meer zo lang worden. Nooit niet meer. Wanneer je dan? Beslist dat het af mocht? Na die tweede, had die resultaten van die tweede analyse toen tien uh, maanden later? Ja. Uh, 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 na tien maanden, die tweede analyse, had hij ook binnen waren. Dus direct in Straatsburg naar de kapper? Uh, nee, nee, dat <laughs> ook niet kunnen, kunnen Eerst moesten de resultaten binnen zijn. Dat was dan na twee dagen of zo. Ja, ja. ja. Maar dat is ook de reden waarom vroeger de coureurs hun haar blonderen, uh, ja. omdat je dan al, al, alles vernietigt wat er in die ja. analyse van de haar zit, natuurlijk. Ja, dus dat was ook. Uh, dat gaf de UCI op een gegeven moment als commentaar, van, uh, kijk, we moeten die haren zien, of dat die niet ge gekleurd zijn geweest. Ja. Ja, als dat het geval had geweest, dat die Pascal Kins, die professor in Straatsburg, toen al gezegd, van, we kunnen daar niks mee aanvangen. Ja. Uh, en dan zei de UCI ook op een gegeven moment, ja, maar je bent een wielrenner en je zweet veel, dus uh, was ooit een artikel verschenen, dat je veel zou zweten, dat dat dan een beetje minder duidelijk zou kunnen worden, die haarstalen. Ja, we waren puttig winter, daar zit ik... <laughs> Het ging erover dat je elke dag in de sauna zou zitten. Al zwiftseizoen. Dat... Zwift <laughs> is niet mijn, uh, mijn datad. Dus, uh. Maar je snap, en zo waren er ja. nog een aantal puntjes. En dan heeft uh, die Pascal Kintz is ene dat hij haarstalen doet. En dan is er nog een Favaretto, dat is een andere. En die twee samen, die kennen alles van haarstalen. En die heeft ook gratis en voor niks eigenlijk nog een hele paper geschreven daarover. Dat al die punten dat de NUC aanhaalde toen van waarom het niet zou kloppen. Dat dat eigenlijk uh, een beetje uit de lucht gegrepen was. Dat dat niet, uh, niet correct was. Oh. Dus dat vond ik dan wel chic, ja, Die maakte ook tijd voor mij, uh, dat was ook uh, rond de kerstdagen zelfs, dacht ik. Een Italiaanse vrouw die voor de rest niks met mij te maken had, dat die wel... Uh, dat is wat je daarnet zegt met Rutger Beeken ook, dat die mensen echt wel... Dat is hun, dat is hun ding, eigenlijk, wij gepassioneerd in de sport en de koers, zijn zij gepassioneerd tussen haarstalanalyses. Iemand zegt, dat kan niet, ja, die waren in een gat gebeten hè, en die gingen dat bewijzen. Ah, die hebben helemaal uitgewerkt dat, dat, dat ik totaal niks verkeerd gedaan had. Nou. En dat geeft dan zoveel vertrouwen hoor, dat je weer hoop hebt en dan uiteindelijk is die hoop vaak voor niks geweest. Ja. Ja, het is zo'n beetje their time to shine ofzo, alleen dan die ja, onderzoekers, die ja. kunnen hun dan iets bewijzen, precies. Ja, he. dat is echt zo, dat is hun ding en, en natuurlijk is dat voor hun ook, ja, dit komt in de media, dat is ook hun business, kunnen ze mm. maar zeggen. Hè. Het is goed afloopt, ja. Van er meer en meer mensen met zaken in, in doping, maar ook in het criminele wereldje zal ik maar zeggen. <laughs> om criminele zaken op te lossen, mm -hmm. en er bij hun aankloppen over drugszaken en noem maar op. Dus. Ja. Ja. Ja, als je dan hoort dat Shari hetzelfde voor heeft, wat, wat deed dat? En want je ja, weet wat ze, ja. wat, wat ze te wachten staat eigenlijk dan. En wel, Janik belt op een gegeven moment naar mij. Toon, ik heb wat voor. Ik zeg ja. ja. De volgende is, uh, is gevallen. Ik zeg ja. Oh, nog iemand positief? Of, uh? Ja, ja, ja. En weet je, wat product? Ik zeg ja, dat kan niet. Hè. Hij zegt ja wel. Um, het is ook letrozole, en ik zet er al achter waar dat de link zit. Uh, ze heeft positief getest in Normandië. Uh, ze heeft daar een koers gewonnen zaterdags, denk ik, en zondags positief getest. En je hebt zondags een jaar eerder in Frankrijk een koers daar in Normandië, en je hebt woensdags positief getest. Ik denk dat we dat moeten gaan onderzoeken, maar uh, we gaan ook de supplementen bij Shari nog laten doen en heel, uh, heel de zaak ja, opstarten, gelijk als ze bij mij het ja. gedaan hadden. Maar, maar voor mij was het eigenlijk toen ook. Al direct mm. duidelijk uh, wat er allemaal gaande was. Ja. En is dat nu het geval, ja of nee? We zullen dat nooit echt kunnen bewijzen, denk ik. Maar als ik dan zelf voor mijn eigen een oorzaak wil hebben, ligt die dan wel daar in Frankrijk? Ja. En dat is dat misschien niet leuk voor de Franse boeren dat te horen. Maar... Uh, nee, maar ja. ja. Ik denk dat dat ook ja. wel belangrijk is dat je het voor je eigen kunt ergens een ja, plaats geven. Ja. Dat, dat, uh... ja. Maar ik heb wel. Echt super hard mee, met Shari ingezet, want ik weet wat daar te wachten staat. Oh, ja, op een gegeven moment, in augustus, hebben ze dan mijn uitspraak gedaan. Ja, Shari moest dan ook al geen hoop meer hebben dat zij nog iets anders zou kunnen krijgen of zoiets. Hè. Nee. Dus, uh, en ik heb nog zo lang op hoop geleefd, wat er dan bij Shari ook niet meer was eigenlijk. Dus op dat vlak is het, uh, is het nog wel erger dan bij mij, misschien op een bepaalde manier. Zij is ook nog jonger. Ze heeft misschien die spaarboek niet om uit te zeggen we kunnen hier wel even twee jaar verder. Ze is ook al beginnen werken ondertussen. Uh, dus. Dat is op sportweekend of zo. Is er... ja, ze ze heeft daar ook eens gehoord. Ze werkt in een de garage, denk ik, op een bureau ja. of zoiets. En er is een, een autogarage. Dus ja, ze heeft natuurlijk wel het geluk ook dat ze ja, een van de grootste talenten van België is. Dus laten we hopen dat de. Een Belgische wielerbond daar een beetje steunt en zo Ze zit ook in het project van de Olympische Spelen en zo. Dat moet ver, hopelijk voor haar toch wel ervoor zorgen dat ze, dat ze, dat ze wel steun krijgt, die ik misschien niet altijd van iedereen heb gekregen. Um, dus ja. Ja. Is er uh, veel veranderd uh, twee jaar? In de koers zelf, in de kros, dat je zijn weg geweest? Ja, sommige mensen zeggen dan: oh, het is veranderd. Het is anders geworden. En Deels wel denk ik. De crossen zijn wel tactischer geworden. Uh, Wout en Mathieu komen nog minder aan de start, dus het is nog meer zo wat een spel. Is er Bieten, en Michael tegen de rest. Die boy is ook een heel tactische crosser, Tibon Nijs. Uh, dus op dat vlak wel. Maar ik kwam op de parking aan, zal ik maar zeggen, in City niklaas En ik zag <laughs> er nog altijd dezelfde Charles rondlopen. <laughs> dus, uh, dat was degene die de parking vrijhouden, waren nog altijd dezelfde van een aantal jaren geleden. En uh, dat voelde eigenlijk. Het voelde echt als het thuiskomen, het was ook echt. Een zalige dag. Was echt, ik voelde me superwelkom door iedereen, er is niemand mijn scheef bekeken. En dat voelde die een dag gewoon aan alsof ik, al, alsof ik er geen twee jaar was uitgeweest. Mm. Over mijn, mijn welkom op de cross, zal ik dan zeggen, en die, op die parking en daarbij zijn en gaan verkennen. En het was alsof er nooit iets anders geweest was. Oh, waren er zo dingen dat je vergeten waard? Dat je zo aan het kostel zijt of dat je denkt, oh, juist, oh, dat was. Tijdens een wedstrijd? Ja, dan of, we zo, of zo, tijdens uh, een opwarming of zo. Dat je dacht, ah, ja. ah, zo leuk was deze nu ook weer niet. <laughs> <Ja>. <laughs> dat heb ik ook op een gegeven moment wel eens gedacht. In ik heb er echt afgezien in Sint-Niklaas. Dat ik dacht, waarom denk je dan nou dan toch weer zo? Ja. Ja, ja. <laughs> maar dan zie je weer, allee, van, ik kan hier meekursen en zo. Dat is toch wel, toch wel leuk eigenlijk. Hè. Van materiaal waren we een rugzak vergeten, voor tijdens de wedstrijd kledijen te doen. Voor de rest hadden we alles bij. Had ik ook uh, de dagen voordien vaak stress rond van uh, toespelden voor een uw rugnummer, uw, uw twee helmen, hey, een reservehelm, een e helm, uh, drie paar schoenen mee, een voor de verkenning. Alles met de bij me wat normaal in je mobelom steekt. Je neemt dan na de laatste cross eruit, je legt dat weg en in september steek je dat terug in je mobelom. Dat was allemaal weg, hè. Een nieuwe ploeg, dus met het materiaal was ook allemaal veranderd. Was het zowel de dagen vooraf zien van alles zien dat we alles bij hebben, hier. Hè. Op een gegeven moment paniek, want ik had geen rollen, geen rollen voor op te warmen. Ja, dan die een taxneo zo maar meegepakt, maar ja, dat is een toestel van wat kost dat? klein duizend euro Ja, meer of zo. Of nou zo tof. om daar een slijk te zetten of zo uh, uh, een per denk ik ook niet graag. Dus uh, dat zijn zo van die dingen. Je moet overal wel omdenken dat je alles bij hebt. Uh, ja. Van we wat bij kijken om alles in orde te krijgen richting die kom. Ja, ik, ik zou denken, uw pa is met een Thijs toch wel blijven meegaan, ja. dus die gaat het nog wel in de vingers gehad hebben. Ja, wel, Dus uh, de mechaniekers... eigenlijk, onze pa en een onkel staan voor mij, onkel Paul. En onze thuis heeft twee andere onkels voor hem. Uh, maar ja, ik was er dan niet. En dan hebben ze met een vierde dus zo wel een beurtrol gehad. Onze pa is niet altijd meegeweest, ja. meestal wel. Uh, en dan de onkels zo afwisselend en zo. Um, dus hij wist nog wel wat de cross was, maar voor mij was het wel iets <laughs> terug, uh, terug nieuw. En dat is, hoe spannend dat het was, die eerste dagen, uh, de, de laatste dagen naar, uh, naar de comeback toe, zo normaal voelde het eigenlijk aan een dag zelf. Dat vertrekken hmm. en dat eraan komen. Het was na de wedstrijd, was het wel echt een overrompeling. Er waren... Uh, zal wel. Vier, vijf bussen afgekomen bij Rijkenvorsel. En nog een hoop mensen zelf met een auto, die waren allemaal naar de cross, naar die camper gekomen. Uh, Toon van den Bos en supportersclub was daar met een fanfare. Die fanfare had die mensen begeleid ook van de bus op parcours, een fanfare <laughs> erbij, in <Spandokken. laughs> En dan had ik er stonden, dus bij mij kwam die fanfare er ook langs gegaan. En dat was, ik, was, ik werd er ongemakkelijk van. Dat was zoveel aandacht voor mij, dat ik er gewoon ongemakkelijk van werd. Dat ik eigenlijk niet wist, ja, hoe tegen ik, wie ja. moet ik nu iets zeggen en, en hoe moet ik hier nu gaan staan Mijn handen in mijn zijen. Ik het zo dat je het niet weet. Zo. Maar ergens is het ook echt wel verwarmend dat je ja. zo onthaald wordt. Ja, ik heb ook al een paar keer gezegd, de dag dat ik in kruiweken Belgisch kampioen was geworden, dat was volgens mij de schoonste dag uit mijn carrière. En de Koppenberg rekening daar ook zo was, ook mm -hmm. een van de schoonste. Maar deze ging daar precies nog boven. Dat was, heel die, dag, heel die cross draaide ook rond mij. De Michael won daar wel, cash, op een chique manier. Maar die dag draaide gewoon om mij. Iedereen was er met mij bezig. Mm -hmm. en, ja, dat, zo, dat, dat bracht me toen in een ongemakkelijk gevoel. Ja. Ja. Maar ja, ik zal dat nooit niet vergeten. Dat is, die dag ga ik nooit nooit meer overtroffen worden. Misschien al oh, oh, maak ik wereldkampioen worden, denk ik. De manier waarop al die mensen dat mij dat gunden die dag. Ik denk niet dat ik dat ooit nog ga meemaken. Dus. Hm. Ja. Um, ja. Je zegt al dat je nu die gravel gaat doen en zo. Ik was daar net aan het denken, als je erover bezig werd. jij gerrit Gevel en cyclocross op dezelfde fiets. Ja. Zit daar bij u veel verschil op? Nee, dus een kennendeel heeft eigenlijk een avonturengevelfiets. Mm -hmm. Dat is bagage... met die voorvork alleen ja, met die veerende vork? Ja, die hebben ze ook modellen met die voorvork AVERT. Daar zit ook van achter iets van demping in, denk ik. Daar kun je een bagagedrager zetten en een 17 steken. Ja, op de, op de voorvork <laughs> hebben die montagepunten waarschijnlijk... Ja, ik denk uh... dat je op de mijnen ook nog een derde kan zetten. Beneden? Ja, van onder aan de baas. Ja. Ja. Ah, Twemmen zijn een fiets en Kenendeel heeft ook een competitie eigenlijk ja. En dat is ook de Crossfits. Ah, ja. Dus dat is hetzelfde model. Um, misschien verschilt dat een klein beetje van de, van de beste Crossfits. En verschilt dat ook een beetje van de beste Grevelfits. Maar het is wel een ideale oplossing. En, uh, en dat zorgt ervoor. Ik heb nu een smaller stuur gezet. Ik rij normaal de Cross met 44 om mm -hmm. een technischer te zijn. Ik heb er nu een 42 op gezet, wat nog altijd normaal is. Dat is nog niet extreem smal of zo. Om toch net iets smaller te zitten. Uh, en we leggen een ander verzet. En voor de rest is dat eigenlijk gewoon een ander banden dan, breerbanden. Ja. En tubeless wielen in plaats van tuben, velgen en tubes. Uh, maar voor de rest is dat gewoon een kro uh, is dat bij ons dezelfde fiets? Ja. Nou, logisch denk ik. Maar het uh, EK-grevel hier in Leuven had dan zoete wat met een wegfiets gereden. Ja. En dan 33 banden denk ik daarin. En daardoor waarschijnlijk twee keer plat gereden. Ja, ja. ja. Maar de, ja, was was dat was niet Maar dat Op dat eerste WK... Wow, dat podium je ook op een wegfietsen, als ik me niet vergis. Ja, nu het laatste niet meer. Uh, de laatste WK niet meer. Ja, het, is wat, het is zo wat zien. Ja, één, hoe, hoe, breed, hoe breed kun je banden steken in je wegfiets? Hè? Want in turnout, Ik ja, je hebt het verkent, is dat ook wel iets wat je aan denkt van ja, ja, misschien, ja, misschien moet ik het ook wel eens, eens proberen. Ik, maar... heb, ik heb het nu gezien. En wat ik dan na rond, één ronde te doen dacht, was van oké, okay, je kunt hier perfect mee crossbanden rijden. 33-dik, gaat perfect. Maar drie keer die een tour, dan gaat dat toch ook wel last van uw rug krijgen, denk ja. ik. En, uh, het, is, het is geen grindweg, het is nog altijd wel met putten en kuilen en wortels en af en toe. Uh, en dan gaan dan met brede banden zit, zit het wel iets meer comfortabel, toch? Ja, ja, dat denk ik ook altijd. Uh, maar goed, dat hangt er ook vanaf of voor type gravelfiets dat je hebt. Ik ja. uh, denk, dat, denk dat er niet heel veel merken meer zijn, maar echt een, een specifieke crossfiets, denk ik dat allemaal een beetje... Uh... Ridley en Stevens nog dan, maar Stevens zit dan weer geen specifieke gravelfiets, denk ja. ik. Um, Meestal is dat gewoon een braket die iets hoger zat. En de, en de vork die iets, iets ja. uh, finiger is. Ja, of iets, of, en iets korter, de fiets korter maakt eigenlijk. Ja, ik denk nu die fout dat je nog smal maakt, dat, dat is om als een braket iets lager bij de grond zegt dan kunnen. de standaard Crossfit. En dat zal er bij mij nog niet helemaal in zitten, denk ik. Van, uh, dat is eigenlijk instinct. Ik had al een paar keer op training gevoeld, wel dat ik de grond raakte. Maar het is dan niet dat je. In de wedstrijd gaan nadenken, aan ah, die bocht moet ik even mijn pedaal stilhouden of niet? Dat is, dat is uw instinct en ik heb oh. daar getrapt. En ook een beetje in een sporen gezeten, denk ik. En dan met mijn pedaal op de grond getrapt en de controle verloren. Ja. Um, als je dan. Ik kwam dan Soete van de week mee af. Hij zei ja, een de, de type is, is 33 hoog. Dan ligt hij een bepaalde maat van de grond. Maar steek er daar gravelbanden in van 40 of On zo, hoog? Dan ga je weer een beetje hoger zitten. Dus, ja, plus je, plus je kranklengte, hè? Um. Ja. Ja, want ik krijg mijn 175 kranks. En ik zit nu wat te twijfelen om uh, korter te steken. Dus, ja. uh, is 2,5 mm het verschil? Misschien wel tussen de grond aaien en de grond instampen. Ja, nee, oh, nee inderdaad. Maar ja. hebben... ook niet te veel nadenken. Nee, zelfs. nee, nee. <laughs> ja, is er daar uh, een overwinning u door de neus geboord uh, in Oostman? <laughs> Sorry voor de, voor de woordspeling. <laughs> dat is de <een> eerste niet. <laughs> Uw uh, podiumplaats wel, denk ik. Overwinning, dat kunnen niet zeggen. Nee ik had wel een goed gevoel of zo ja ik had een heel goed gevoel we gingen eigenlijk op dat moment even wachten want we hadden het gevoel dat Niels van der Putte heel gebeten was dat we hem er toch niet in kunnen afrijden gingen we even wachten en dan wat aanzien want ik was met een aanschotte wat tijdens de wedstrijd hij riep van mij van moeten we dat wel doen want uh, dat komt hier niet goed hè? en dan gingen we wachten eigenlijk en toen ging het fout dus uh, ik denk dat er nog van alles kon gebeuren maar dat ik wel in staat was om podium te gaan rijden oh. misschien winnen ook dat weten we dan niet hè. nee 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 zwaar zwaar Um, je, je zei dat net al, dat je met een nieuwe trainer werkt nu, hè, met Erwin. Um, wanneer had je beslist om hey, had je nog in je schorsing één lang met je vorige trainer verder gewerkt, en dan lang op je eigen, of? Um, Eigenlijk was toen direct rustpauze. Dus, huh? uh, de, de rust na het seizoen was er, want het seizoen was gedaan. Dus ik had gezegd van uh, tegen een trainer. Uh, binnen drie weken beginnen we terug gaan, of zoiets zeker? Mm -hmm. uh, Maar dan waren die drie weken daar, en dan had ik zoiets van. Pff, om nu een schema te gaan volgen zonder dat ik zekerheid heb van uh, wanneer mag ik terug beginnen. Heb ik tegen hem gezegd, laat mij gewoon even alles zelf doen. En vanaf wat we zicht hebben op die dag wordt. Dan bel ik wel en dan uh, en dan beginnen we dus terug aan. Ik weet ondertussen zelf wel wat, wat ik in welke periode van het jaar moet doen. Um, maar dat beviel me dan eigenlijk zo goed om eens even alles zelf te doen en het is geen verplichtingen te hebben. Ook met heel die situatie, als ik eens echt een rotdag had, gelijk ik er wel eens een paar heb gehad, dat je zo slecht nieuws krijgt, of dat je weer heel een dag op de baan bent geweest of kaals uh, uh, hebt gehad met die professoren mm. en die universiteiten. Dat ik dan ook gewoon mijn goesting kan doen. Dat er dan opstond vier uur trainen en het gewoon juist weer al te regenen. Ja, sorry, dan ga ik morgen wel vier uur trainen. Dan ga ik vandaag wel uh, iets anders doen. En dat ging, dat was echt leuk eigenlijk. En ik had ook het gevoel dat ik echt wel in orde was. En een paar keer met de ploeg getraind. En ik wou, dat merkte dat ik ook wel echt in orde was. Um, maar dan, na een jaar, begon daar wel wat die sleur al in te komen. En begon ik ook wat te twijfelen: van, ja, is het wel zo goed als dat ik echt wel denk? En je inspanningstest is wel goed, maar mijn sprint zijn precies wat minder. En ik leerde dan op de persconferentie bij Shari Bossuit uh, de nerving kennen. Want uh, zij, hij, hij is treinig. En we hebben wel aan de klap geraakt en zo. En dan op een gegeven moment uh, tegen Jannik gezegd zegt van ja ik moet toch uh, een trainer gaan hebben want als ik het allemaal zelf moet gaan blijven doen, uh, ik twijfel er toch aan of ik allemaal wel uh, juist bezig ben. En hij zei ja, ik zal eens wat rondhoren. En eigenlijk wel de nerwinattractie teruggestuurd naar hem, van ja, dus ook wil wel eens met hem samen zitten. Een paar dagen later zat ik al bij de nerwin en ze hebben begonnen. Ja. Ja, en als we sprints beter moeten... Ik denk Timmer er ook ben. Ja, dus, valle, voilà, voilà. Doe al zes koersen gewonnen van het jaar. <laughs> nee, het is daar en dan lopen me veel sprinten ook, dus. <laughs> maar ja, het is ook. Het is ook oh, ik, bij, bij mij is dat ook altijd: eh, ik heb vaak dan een wedstrijd en dan heb ik even geen schema en dan vind je dat zalig en zo. Maar het is ook gewoon tof om er niet over te moeten. Alleen, elke ja, keer als, ja. je, als je echt aan het trainen zit, iets, om er niet over te moeten nadenken en om gewoon het uit te voeren. En, en ja, dan anders dan dan. zei de hele tijd inderdaad zo: aan het denken, oh, als je vandaag goed weer, 4 uur kan ik vandaag doen, morgen. Je wilt dat zo wat. Uh, maar... Ik denk dat je dan ook, als je dat zelf doet en te veel op emoties denkt. Ja, de dan voel je jij goed. En je mocht een schema volgende week 30 uur getraind. Maar dat is niet echt mijn. Nee, dat is je, je, moet je plan, achter. plan werken. Ja, dat, dat is, je is de de wel goed, en dat je hebt hem nu weer opgesteld tot aan het crossseizoen terug echt een keihooi jaarplan eigenlijk, een, een lange planning ja. waar echt in zit die periode, dat die periode, dat en als je daar nu eentje moet doen, dat je, je denk, denk ik zelf te veel op emoties om dat voor een mm. te kunnen doen. Ja, dat denk ik ook. Je denkt ook altijd, denk ik, als je het zo jij, dat je te weinig doet, dat ja, en ja. dat, je, dat je, gaat, je gaat compenseren en eigenlijk gaat je gewoon overtrainen, denk ja, ik. Dat... En je voelt die, en je denkt al direct, ah, je, je hebt niemand om op terug te vallen, mm. ook niet. Je kunt iets dus niet overleggen dan, hè. En Ik zit nog wel krachttraining bij de kine blijven doen. Tim, die altijd met een trainer was geweest sinds mm -hmm. een beloftejaar. Dat is een kinesist. We zijn krachttraining blijven doen. Ik kunt daar wel eens mee hem babbelen, maar die, dat dagelijks contact was daar niet meer. En dan is daar weinig uh, klankbord om te zeggen: ik voel dit of ik voel dat. Uh, wat moet ik doen nu doen? En uh, was dat wel een hele goede stap, denk ik, om met een Erwin te gaan samenwerken. En het heeft op een bepaalde manier al geloond. En we zullen zien richting volgende mm -hmm. zoeken. Maar ik heb er wel heel veel vertrouwen in. Dat ik moet altijd denken, als jij carte blanche krijgt, dan... Uh... Ja, nou, uh, ja, jij zegt juist, als ik dan zo wat een moeilijke dag heb gehad bij mij, is het dan, zo, dan ga ik juist wel die vier uur rijden en veel tijd en... en uh... Ja, ik denk dat de coronaperiode een mooi voorbeeld is. Uh... Ja, hoe dat, ja, maar... dat was het de hond is gelopen. Toen heb ik ook, heel veel, dan had ik ook geen schema, heb ik ook heel veel gedaan. Uh, maar toen was het goeie weer. Maar vorig ja. jaar was het echt rotslicht weer, in ja. het uh, begin van het jaar. Hè. En om dan in mijn eentje, dat, toen begon me allemaal wat tegen te steken. En, uh... Ja, bij mij is het meestal, ik heb dan uh, geen schema en dan, uh, dan, dan, dan stuurt Stefan zo. Allee, van ja, oké, okay, dan laat hij mij ook gewoon doen en, en ik, ik laat dat dan wel allemaal op en zo. Maar meestal als ik zo zelf blokken begin erin te steken, dan stuurt hij <laughs> zoiets van uh, terug een schema maken of ga ik gaan zien, omdat hem dan weet van ja, ja, ja. Als, je, als je zelf met die blokken begint of met je pistetrainingen of ja, zo, want dan kun je eigenlijk veel verkeerd doen ook hè? Allee, ja. Je ja. kent er dan wel zelf wat van en zo, maar ik nu de nerven soms voor bezig worden over de details en zo wat erbij komen kijken. Ja, denk ik soms wel eens iets fout gemaakt. <laughs> bij, bij mij was dan vooral zo. Ik had dan ik had dan een WK gehad en dan uh, de Peter die was dan nog aan het trainen voor zijn WK of zo. en die moest dan 20 keer 400 gaan doen op de piste. Ik zei, ja, ik zal meegaan He, dan is dat <laughs> toch iets makkelijker. Ja, ja. Maar één ja, als ik hem 20 keer 400 volg voor mij is dat is dat bijna al uitlopen. Ja. Dus dat, dat en dan, ja, dat is dan mijn rustperiode zo ja, gezegd. Dat dan heb je het heel anders gedaan eigenlijk. Ja, voilà. Ja, ik denk. Ik herinner me vooral zo, de avond dat jij stuurt, ik ga morgen 100 kilometer lopen. Of ik ga morgen ja. en terug, dan zei je terug. Dat is altijd de dag ervoor beslist. Ja, inderdaad. Maar dat was er ook wel schoon aan of zo. Maar dat, dat, dan bouwde, ja, dan doe je dat ook niet. Dat is niet toewerken naar. Nee, nee, nee. Dat doe je dan ook alleen maar tegen je eigen. Hè. Dat, is ja. niet, dat is niet dat je concurrenten hebt of zo. En dat je... nee, op een gegeven moment had ik ook zoiets van, ja, ik kan het nu allemaal zowel voortdoen, maar als het dan tegenslaagd hè, dan. Mm -hmm dan heb je zelf die verantwoordelijkheid wel, maar ik zal maar terug uh, gewoon met iemand beginnen ja. samenwerken, zei. En dat heb ik van begin af aan goed geklikt en er ben ook heel veel tijd gemaakt, veel crossstreiningen mee gaan doen, uh, mee naar die inspanningstesten gegaan, zelf ook een inspanningstest afgenomen, al die dingen. Ja, dat, geeft er wel, dat geeft wel, vertrouwen dan, hè. Ja. A, geen schrik. Ik heb dat altijd. Ik heb nu, ik jaar de, de Hel moeten missen. Uh, de Geert, uh, nieuwe, nieuwe koning. Um, dat je, dat je een jaar mist, dat er, dat er van alles veranderd is. Want iedereen wordt elk jaar wordt iedereen een beetje beter en je leert wat meer dingen bij. En je gaat zelf ook altijd mee in je flow. Mag je zo een jaar mist, dat je, Ja, ik weet niet, je moet zelf ook wel zien dat je nog die stappen ja. hebt gezet. En dat is veel moeilijker als je niet soms met je, met je neus op de feiten wordt gedrukt. Ja, sorry voor de. <lacht> <lacht> Even de. Maar dat, hadden dat, had dat we daar geen schrik voor? Ik zal technisch niet beter zijn geworden die twee jaar. Dat is onmogelijk. Ik heb niet op een cross -parcours gereden, twee jaar een stuk. Dus technisch kan ik niks verbeterd zijn. Terwijl we zagen dat Izer oh ja, Ik zie dat dan. Die springt de laatste de afgelopen seizoen veel beter over de balken dan als een voorgaande jaar. Ja. De sombak uh, doet hem ook beter. Hij zal waarschijnlijk denk ik thuis echt een, uh, een heel speeltuin hebben aangelegd <laughs> dus of zoiets om door te treinen. Maar technisch gaat dat niet beter zijn geworden. Fysiek. Ik ben wat ouder geworden, dus mijn lichaam verandert. Misschien, ik weet het niet, minder explosief, maar misschien een iets grotere motor kan, zomaar. Maar mentaal denk ik dat ik wel veel sterker ben geworden Met alles wat ik heb meegemaakt en met de manier waarop ik nu naar de sport kijk en hoe ik ze beleef, denk ik, en, en wat ik echt wil, want ik weet wat ik echt wil, denk ik wel dat ik mentaal echt een stap heb gezet die je me wel gaat kunnen opbrengen nog op bepaalde momenten de komende jaren. Ja, dat heb uh, ik ook wel. Je ziet dan wel dat de cross, dat hebben we net ook al gezegd, wel wat veranderd is en dat spelletje, het, het koersen, spelletje van uh, koersen in groep en de rest de loef afsteken om zelf te gaan winnen, zo wordt er meer en meer gecrossed tegenwoordig met Tiboneys en zo er nog bij. Ja, dat is wel iets wat ik nu lang niet gedaan heb en waar ik eigenlijk ook al geen held in was. Dus, uh, nee, uw laatste jaar was het geld tegen de, tegen, de, uh, tegen de mannen van Paul Sauzen eigenlijk. En, uh, en, en ja, dat lukte nu niet vaak om, uh, ook al waren vaak de betere misschien, yeah. om het naar je toe te trekken, ofzo. Dat is ook waarom ik misschien een beetje voor die ploeg heb gekozen nu. Uh, Bart Verschuren was toen met Vincent Bastan uh, Vincent oh. erbij. En ik had soms uh, wel wat contact met de Vincent en met een Bart ook en die kwam een af van oh, maar gaat die koers gaat dat daar zo moeten doen natuurlijk achteraf is het altijd gemakkelijk hè? Ja. maar ze hebben ook vaak wel gelijk ook als ze wat voor, uh, de, de Bart iets voorspelt van je zult wel zien daar gaat dit of dat gebeuren dan uh, had je vaak wel gelijk dus over heel dat tactisch ik heb er vaak moeilijk mee en ik denk nu wel dat ik met een Bart iemand heb gevonden dat daar uh, daar ja. wel in gaat kunnen helpen ook. ja Bart zelf ik weet niet hoe je geweest. Moest Niels Albert er niet geweest zijn bij de jeugd. Ja, ja. Denk ik, 30 crossen gewonnen. Uh, die was 30 keer tweeën of zo. Ja, ja. Ja, dat is juist even oud, denk ik. Hij is al een jeugd samen gedaan. Hè. Ja. En Niels won van alle crossen, denk ja. ik, in, in de winter. Ja. Ik heb ja. een Bart leren kennen. Hij was elite onder contract bij KDL-trans, de waar ja, uh -huh. Ik was daar dan eerst en belofte. En vandaar ken ik de Bart eigenlijk. Ja. Um, ik kan niet zeggen dat we heel veel contact hadden in de tussentijd. Maar wel altijd een aangename, ja, aangename gesprekken mee gehad we die dan toch eens een keer tegenkwamen. Ja. En hij had altijd gezegd: ik ging, ik, ik ging ervoor zorgen dat je ooit bij mij in de ploeg had gereden. En je wist van ja. Ja. <laughs> ik, ik heb hem ooit geklopt in de Koers in Keerbergen. Dat gaat hem sowieso nog weten. 800 van de meet laat zijn bocht de binnenkant aangezet en <laughs> ze twijfelden even. En, uh, <laughs> ja. kost Deem. weg. Hè. Ah, wel, maar Ik ken hem ook een beetje persoonlijk als. Ja, ik ja, ja. Ja, ben ook van die leeftijd, dus ja. ik heb. Ik vind echt gewoon echt een heel aangename persoon ook. En Guido ook. Dat zijn echt normale mensen. Daar zit geen stoef of zoiets op. Dat is ja. echt allemaal. Die zeggen ook hoe lekker het is. Die gaan nu niet. Uh, en, en de manier waarop dat nu de afgelopen maanden al verlopen is, is echt wel uh, voel ik me daar echt wel super welkom in, is echt wel, uh, wel leuk om zo naar die wedstrijden en naar de toekomst te kunnen toewerken. Ja. Dus ja. Ja. Um, ja verder ga je op stage nu de komende weken of? Een um, van de dagen ga ik een ochtentent installeren. Ga oh. ik uh, eerst een paar weken denk ik in een ochtentent liggen en dan een uh, stage met de ploeg. We komen we 25 april wel pas terug en drie dagen later is het dan al in Valkenburg de, de grevelkoers. Dus daarmee ga ik nu morgen en overmorgen in Valkenburg de grevelwegen al mars van herkennen. Ah, ja. uh, want er zal weinig tijd zijn daarna. Uh, PK-grevel ook nog wel wat verkennen in tijd, tussentijd, want dat vind ik wel echt een belangrijke dan. Uh, maar we gaan tien dagen op stage met de ploeg en dan begint het eigenlijk al direct. Uh, ook nog, ja, de, de cross. Daarnet vroeg ik u: is er veel veranderd de laatste twee jaar? Uh, ik denk dat de UCI zelf een beetje nu wat op zoek is naar het format en, eh, met de Wereldbeker en dan de nevenklassementen, hoe dat ze het moeten doen. Ja. Uh, dat ze daar gedreigd hebben met wie dat er niet genoeg wereldbekers rijdt. Gaan Die niet, mogen, ja, niet mag starten ja. op het WK. Hoe kijken de renners daar eigenlijk naar? Ik denk dat de renners vooral zoiets hebben van: jongens, laat ons nu zelf beslissen waar en wanneer we willen crossen. Uh -huh. Nu gaan ze we een wereldbekerkalender maken en de nieuwe reglementen zijn uitgekomen. Elke crossploeg moet daar minstens een renner aan de start hebben. En een UCI-Pro-ploeg, waar wij zijn, uh, de ploeg van Mettenpenningen en de ploeg van Nijs, En drie uh -huh. UCI-Pro-crossploegen. Die kunnen in de zomer uh, continentaal zijn dan. Dat is eigenlijk de, het verschil met de ploeg van onze Thijs bijvoorbeeld. Die zijn in de zomer aangesloten bij de development ploeg. Uh -huh. uh, die moeten drie renners aan de start hebben van elke wereldbeker. Maar bij ons is het al niet zo gemakkelijk ten eerste om elke wereldbeker met drie elite-renners geselecteerd te zijn. Uh, we gaan natuurlijk wel hopen, maar als dat niet zo is, wat dan? Nu is er al een, een regel bijgekomen. Uh, maar ze moeten wel geselecteerd kunnen worden. Hè? Want ja, een Luxemburg, een Fransman en een Italiaan, die zullen wel geselecteerd worden. Maar in België is het niet simpel om met de twaalf geselecteerde mm. bij te zijn. Voor elke renner. Uh, wat was ik daar nou aan het zeggen? <laughs> ja, dat de renners eigenlijk ja, zelf ja. willen beslissen. Dus nu, vorig seizoen, konden we nog zeggen bij de ploeg van de Nijs. Um, de Pimron naar die wedstrijd. En de week daarachter gaat hij dat niet doen, maar doet Lars van der Haar die wedstrijd. Wat hij goed heen, wel, eigenlijk. Ja, en dat is slim en dat is mooi om te kunnen. Ja, want ze hebben wel de meest heel veel crossen gewonnen. Ja. Um, maar daar, dat zal nu niet meer gaan, want ze moeten dus in elke wereldbeker drie renners hebben. En ik vind dat eigenlijk niet helemaal correct. Maar ik heb de laatste twee jaar gemerkt dat je moet luisteren naar wat nu zegt. je ja. Dus, <laughs> <laughs> oh ja, ik denk dat er weinig... Eh, we kunnen ons mening wel geven en we kunnen wel zeggen van uh, zou het niet beter zo of zo zijn? Natuurlijk kijken wij ook naar onszelf. Um, soms zijn, uh, zijn gewoon crosser interessanter voor ons, met startgeld en prijsgeld mm -hmm. samen en korter bij huis, ten opzichte van een uh, verplaatsing naar Amerika waar dan geen startgeld is bijvoorbeeld. Um, maar de UCI laat ons hopen dat ze echt het goed voor hebben met de cross en dat zij niet te veel naar hun portemonnee kijken. Want dat is volgens mij een aantal jaren geleden wel gebeurd toen ze de Wereldbeker van Flanders Classics hebben verkocht. Mm -hmm. Daardoor heeft uh, Flanders Classics heeft er heel veel voor moeten betalen. En dat zorgt ervoor dat ze nu wel echt. Ja, dat moet de, opbrengen voor Flanders Classic. Ja, hè, en ze hebben er echt nood aan nu om echt van, van elke Wereldbeker een klein WK te maken eigenlijk. En dat kan ook niet, hè? Vroeger was een wereldbeker wauw. Als je als een wereldbeker mocht, of als jonge prof ook. Ik was... heb er nog een. Ik heb in Ja, uh... ah, Maar toen mochten, als de wereldbeker in je eigen land was, mocht ja. ook gewoon starten. B-ploeg was dat dan. Of was dat echt. Uh... Oh, schrijf schreef die gewoon in. Ah, dan. Ja, nee, okay. Maar dat was bij de jeugd, hè? Ja, dat was bij de jeugd. Maar dat was dan geen wereldbeker voor die, uh... Jawel. Ah, toch, okay. de junioren. Dus jij hebt wereldbekerspunten gehaald. Ja, nee, punten niet. <laughs> Juist niet gedubbeld. Dat je uh, David Malacarne won toen. Ah, ja, ja. Voor Tarra en ah, uh, Pieter ja. van Spijbroek. Ja. Ah, wel, uh, nu is het nog zo, denk ik, dat in, België, of in het, wereld, het land waar de wereldbeker is voor de jeugd, maar de jeugd met A-ploeg en B-ploeg staan. A-ploeg ah, ja. staat ertussen op u zier. De, de, de B-ploeg had ook al, al niet gehaald. <laughs> Dat is er twee keer zes dan twaalf of zo. Ja, ja. ja. Um, nee, dus ja, mijn mening is een beetje van: maakt van die wereldbekers terug. Ja, min, echt mini-WK's. En zo kunnen er geen twaalf op een seizoen hebben. Zo kunnen er maar, uh, maar, maar vijf of zoiets uh -huh. hebben. En doet dan echt de schoonste cross-op actie eruit. Een kokzijde. Een. Uh, ja, er een namen, dat is ook zo. Dat, namen is een wereldbeker, dat een wereldbeker blijven eigenlijk. Na Noord-Frankrijk gaan we niet meer terug, vermoed ik. Liever niet. <laughs> <Ja. laughs> een wereldbeker waardig. Het komt daar wel oh, in de buurt komend te zoomen. Maar, <laughs> ja. Uh, maar ja, de, op, de juiste oplossing. Ja. Zolang ik prof ben, dat is nu uh, zeven jaar plus twee. Mm -hmm. ja, tien jaar zit ik echt in dat wereldje. in het is elk jaar in september, oktober, november dat het slecht gaat met de cross. En het is elk jaar in de kerstperiode dat er 10.000 man aan de cross. En dit jaar was het echt extreem zelfs. Ja. Dus misschien moeten we ook gewoon een beetje stoppen met altijd de cross te beoordelen van hoe gaat het met de cross. Maar gewoon genieten van hoe, hoe, hoe dat het is. En wat, gewoon van de sport genieten. En niet altijd maar van de cross iets internationaals willen maken. Nee, echt iets, iets Vlaams en iets. Ja, er is iets... toch uiteindelijk ook niks verkeerd. Nee, 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 nee. nee. Dus. Er zijn ook sporten. Uh, het schaatsen is toch ook uh, minder internationaal, denk ik. Maar is in Holland toch ook de sport. Je dus. hebt nu wel die stolz, die, die jonge Amerikaan van 19, die alles kapot aan het schaatsen is. Uh, ja, is waar. Uh. Ja, misschien is het ook wachten in de cross op zoiets. Hè, uh -huh. Dat er een of andere Philippe Orts is nu heel goed aan het rijden. Ja, de Wereldbeker in Benidorm leeft ook. Het zijn wel vooral Vlamingen dat er langs de parcours <laughs> staan. Maar uh, dat, dat brengt dat wel een beetje mee. Dus ja. Uh -huh. Wie weet staat er binnenkort een Fransman op bij de jeugd die goed rijdt die op een duur mee kan en, en, want in Nederland lukt het dan ook niet hè. je hebt er wel een paar gewoon crossen maar je kunt niet zeggen dat er in Nederland uh, het veldrijden leeft terwijl bij de dames alle beste Nederlanders zijn en bij de mannen eigenlijk ook met Ronnaar en Lars van der Raar en Joris Nieuwenhuizen uh, ja, dus slag Misschien moeten we gewoon stoppen met te veel ja. uh, te willen kijken. En komt dat ook allemaal een beetje voort omdat er veel geld te verdienen is met crossen en willen ze meer, meer, meer? Kan ook. Hè. Ja. Um, ja, Het naar Amerika gaan, de kosten. De ik weet dat veel ploegen haken af omdat het gewoon te duur is. Maar ik hoor nu in een Beeman-aflevering zeggen dat je misschien wel eens de Cape Epic wou rijden. Ik, ik kan me voorstellen, als je dat voorstelt bij je ploeg, dat er ook een klein alarmbel afgaat. <laughs> Ik weet niet wat ik het echt tegen hen heb gezegd, maar met een Daan Soeter heb ik het er wel over gehad. Uh, ja. kunnen we dat niet doen, want dan zou ik maar twee weken na het crossseizoen dan trekken we deur en we doen dat. Daan zou ik direct meegaan, die zou zelfs misschien nog crossen laten vallen om daar naartoe te gaan. <laughs> ja, ik ben ook voor, ik vind het wel tof. Ja, maar, En dat is met dat uh, gravel ook een beetje. Je vraagt dan een bepaald startgeld in de crossen en de gravel gaat gratis rijden. Ja. Je hebt prijsgeld in de cross, en de gravel heeft geen prijsgeld. Terwijl dat er wel vaak ook. Sommige organisatoren van de gravelwedstrijden zijn dezelfde als die dat de crossen organiseren. Ja, ja, ja. dus, dus het is allemaal een afweging dat je ja. maakt. Natuurlijk, in de, als ik in Sint-Niklaas vijf bussen publiek meebreng, dan gaat niet elke crosser nee, nee. Dan wel. dat startgeld wel, wel dubbel en dik waard. Ja. Terwijl, in de gravel kon ik misschien minder volk mee naartoe ja. brengen. In turn-out zal ook een hoop volk zijn. Maar het is ook natuurlijk de gravel het... ja de gravel is niet in beeld gebracht gelijk de cross nee, en zo en dat... en die supporters dat dan toch in tunnel komen kijken laten ook niet direct iets achter aan, aan, aan drinken of aan, nee. eh, bij de organisatie die staan in in de ravels misschien te supporten of in aarden de organisatie dan misschien weer minder aan dus oh ja ja. Maar het Amerika-verhaal, ja, wij zitten wel met kennendeel Amerikaanse sponsors, dus die zullen graag hebben dat er uh, iemand van de ploeg uh, aanwezig is. Uh, en als het doorgaat, moeten, gewoon, moeten wij daar ja. met drie renners naartoe, want we kunnen daar dus niet meer buiten nu dat de reglementen zo zijn aangepast. Ja. Maar het is, het, is, het is veel geld dat dat kost. Onze Thijs uh, heeft dat nog een aantal jaren gedaan. Uh, en hij moest dan ook een goed een klassement rijden, want als dan, hij kwam niet met de cross van Amerika zelf uit de kosten van zijn Amerika reis. Uh, Voil die is net hetzelfde. Dat is ook een hele moeilijke trip naar daar. Dublin is ook niet gemakkelijk met, uh, om alles over de grens naar daar te krijgen. Ah, ja. um, dan moet ook allemaal een heel, een heel opleisting maken tot het alle kort vijf naar bijt eigenlijk. Um, dus dat is eigenlijk allemaal wel niet zo simpel. Um, en dan heel die selectie ook, als een thuis bijvoorbeeld. Um, die gaan in Amerika rijden. Of Tom Meuse zal ik zeggen. Hij gaat naar Amerika, doet daar twee wedstrijden. Iowa was de wereldbeker. Nee, Fayetteville in uh, Waterloo, twee seizoenen geleden. De week daarop is Tabor in Europa. En hij mag niet mee, want hij is niet geselecteerd. Omdat er andere renners, die toen nog niet aan het crossen waren, hoger zijn in de hiërarchie, en ertussen komen. Dan mm. heb je had, nou, die had wel heel hoog een trip betaald. En je zet je in klassement die helemaal terug. Dat is eigenlijk niet correct. Hè? Mm. Het zou beter zijn misschien dat ze zeggen, elke crossploeg mag drie renners, of moet drie renners opstarten, maar mag die ook wel naar al die drie die wedstrijden laten gaan. En ja. Nu kan het zomaar dat, dat een soete uh, geselecteerd is voor de eerste wedstrijden, een keer ziek is en daartussen uitvalt en op een gegeven moment niet meer mag gaan. Dus, ja. Ja. Maar ze valt er voor alles wat te zeggen. Want als we twintig Belgen in de eerste oh. in de wereldbeker op de eerste blad hebben staan en er staat dan pas een, uh, een, iemand anders uit een benen, uh, buiten een Benelux, zal ik zeggen, dat is ook weer niet goed. Hè. Ja. Um, ja, ik had u gevraagd om uh, een aandenken mee te brengen, om een reliquie mee te brengen. <laughs> je hebt er wel lacherig over gedaan, maar wat had je erbij? Ja, ik heb een, uh, een stukje van mijn haar bij. <laughs> eigenlijk heb ik mijn onschuld bij. <laughs> ja. Nee, uh, ja, we hadden wel mee gelachen en ik zal dat eens meebrengen. En ik had uh, dus bij de kapper een paar stukken laten afknippen en bijhouden. En ik heb een van die stukjes uh, meegenomen naar hier. Ja. Maar echt uw wilde haar, eigenlijk? Uh, <laughs> ja, ja. Ik haren uit mijn rustige jaren. Ja, ja, ja. zalig. Ze ja, uh, hebben verder nog dingen voor de toon waaraan dat je denkt dat we zeker moeten vragen of bespreken? Nee, nee, nee. Ik ben blij dat hij terug gewoon renner is. En... Nog dingen die je kwijt wilt, tonen? Uh, nee, het is niet per se. Nee. Dingen die we gemist hebben of zo? kun niet. Nee, ik denk dat we nog uren kunnen doorgaan. Ja. Maar, maar, nee. Uh, ja, merci alles in. dan vooraf te komen. Ze heb jij ook. Uh, merci voor langs te komen. Ja. Dit was het voor mij voor deze week. Tot de volgende. Willen ze nu of willen ze niet? Doe het of doe het niet? Tommeke, 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 wat doe je nu? Tom Boonen gaat wereldkampioen worden. Hij redt vijf per uur te snel voor ons. Tom! Stelling! Stay on your fight! Sledkaal! En nog net. Doe het op u! Chef, doen Chef! Wat is er mis met die man? Hollands poepen, hij heeft diarree. Don't stand on my dog or I cut your head off. Daddy Sub, Darysab! Daddy